Vraag Maar Raak Show met Winston, Benny en John. Iedere vrijdag van 8 tot 10 uur 's avonds op Kulturu TV. Vraag Maar Raak Show met Winston, Benny en John. Iedere vrijdag van 8 tot 10 uur 's avonds op Kulturu TV. Vraag Maar Raak Show met Winston, Benny en John. Iedere vrijdag van 8 tot 10 uur 's avonds op Kulturu TV. Vraag Maar Raak Show met Winston, Benny en John. Iedere vrijdag van 8 tot 10 uur 's avonds op Kulturu TV. Vraag Maar Raak Show met Winston, Benny en John. Iedere vrijdag van 8 tot 10 uur 's avonds op Kulturu TV. Vraag Maar Raak Show met Winston, Benny en John. Iedere vrijdag van 8 tot 10 uur 's avonds op Kulturu TV. Ja, ja, goedenavond dames en heren. Daar zijn we weer. De Vraag Maar Raak Show. Internationaal. Aan mijn zijde. Johnny Parusius. Ja, jullie horen het. Daar zijn we weer, hè. Klok 8 uur. Nee. Maar ja, je weet, de techniek kan af en toe een beetje niet meewerken. Maar we zijn present. Oké, Johnny Parusius, 61 jaar, kinderen, bonuskinderen, kleinkinderen, noem ze maar allemaal erop, heb je toch? En jullie weten, John's Hair Design, in het vroeger, vandaag de dag een beetje op de vrachtwagen, zelfs vandaag de dag helemaal niet meer op de vrachtwagen, dus geen grote dingen, kleine dingen, want ja, je wordt toch een dagje ouder. En dan kijk ik naar links en dan zien we... Mr. Internationaal. Je weet zelf. Jawel, jawel, jawel. Nou, we zijn er weer. Ja. En zoals we jullie de vorige keer hebben beloofd. En we weten, we hadden het over geen Brazilian wax, maar Mancilian. En Winston, ja, die had gezegd, ja, hey, als jullie zoveel likes, minimaal 15 likes zou zijn, dan zou hij dat gaan ondervinden. En wat ik heb begrepen... Is hij dat gaan ondervinden? En natuurlijk zijn we nieuwsgierig, zeker, ik zeker, hoe hem dat is bevallen. Dan kijk ik naar links en dan zeg ik Winston, Mancilian. Ja man, internationaal. Oké dan, ik zie dat je wel glundert. Tuurlijk. Dus het is een soort bevalling, bevallig. Het is alleen raar. Je loopt alleen een beetje raar erbij. Is dat alles? Je loopt een beetje raar erbij. Ja. Want ik heb verwacht een new Winston. New and improved. Ja. Ja, ja. Maar geef ons een paar. Misschien zijn er meerdere mannen die Mancilian... Ik dacht, ik ga het gewoon even... Want ja. Ik wist het zelf nooit. Nee, precies. Je weet ook, ik had ook geen idee dat dit soort... Tafereelen. Ja, bestonden. Maar ik dacht, laat me even die kick nemen. Maar als ik het goed begrijp, is het van top tot teen? Of is het plaatselijk? Of is het plaatsdelict? Nou, dat plaatsdelict toch? Plaatsdelict! Ja, rutsch, rutsch, rutsch. Oké, maar geef ons die info. Je lacht daar. Ja, wat ging er aan je vooraf, naaf, tijdens? Nou, ik was gewoon ontspannen. Man. Ontspannen? Ja. Oké, maar tijdens die ontspanning... Tijdens het gebeuren. Leg een beetje uit hoe het in de werking. Nou, kijk, ik had gevraagd toch. Ik hoorde dat dingen pijnlijk zou zijn of noem maar. Precies. Maar, want ik had begrepen wanneer veel mannen het doen. Een aantal mannen die het hadden gedaan, die gingen wegrennen. Je weet toch. Ja. Die schreeuwde time-out. Maar ja, ik was gewoon ontspannen. Weet je, want soldier toch. Maar je gaf zelf vorige keer aan van als men daar gaat waxen. Is dat niet dusdanig pijnlijk? En als ik dat goed begreep, een beetje in de erotische zone. Ja, ik dacht, ik had het verwacht, maar ik heb niks gevoeld, man. Je was, of je had achterover geslagen, zodat je een beetje verdoofd ging. Ik drink niet en ik rook niet, dus... Dus dat kan het niet zijn. Ik lag gewoon ontspannen, man. Gewoon ontspannen? Gewoon ontspannen. Maar hoe ging dat? Want ik ben ook benieuwd. Kijk, ik weet van mijn gezicht, maar... ging een soort wax, weet je toch? Ja. En dan... Maar werd
alles of werd het per delen of werd het per strip? Ik weet niet hoe je, ik heb niet echt, ik lag gewoon ontspannen, je weet toch? Ja. Maar ik denk dat het per deel gaat. Hou me toch goed hoor, maar ik heb niet echt opgelet. Ik was gewoon in de veronderstelling van Mobalik, want dat was zo'n Maar als je hele noten wordt kapot getrokken. Ja. Ja, dus al dat soort dingen dacht ik, maar ontspannen man. Maar als ik het goed begrijp, dan ben je nu gladjes. Jongen, glad als een aal. Nog gladder. Nog gladder zelf. Dus het is eigenlijk, als ik het goed begrijp, is het een, dus wel een aanbeveling. Ja, als je het graag zelf wil doen, maar ik vind het nog steeds raar dat het gaat. Maar kijk, ja nee, precies. Maar je, aan de ene kant ben je toch wel in die eis ingegaan. Nee. Ik wilde gewoon weten, wat is er zo spannend aan? Je weet dat het geëist wordt. Ja, en geëist. Maar ik wilde ook weten van, hé, maar als aan... Maar nu dat je dat ondervonden hebt, hè, vind je dat de vrouwen ergens gelijk hebben? Dat het geëist kan worden? Kijk, in principe mag je van alles eisen. Mm-hmm. Maar ik denk van jezelf, nou ja, ik praat dan eigenlijk voor mijn beurt, eigenlijk op persoonlijke titel. Ik denk dat de meeste mannen best wel hygiënisch zijn, net als vrouwen, je weet toch? Ja. Dus het hoeft niet per die definitie te zijn dat die eis zodanig is, omdat het anders geweest niet hygiënisch zou moeten zijn, naar gedachtenis. Ja, bijvoorbeeld. Kijk, ja. Ik had het, je weet toch, ja, ik had het veel groter. Maar je weet toch, ik probeer eigenlijk de bigger picture te begrijpen. Ja, ja, ja. Van hoezo is het verplicht? Ja, ja, nee. Maar oké, maar dat heb je nu ondergaan. Dat stuit mijn vraag op. Is het dusdanig zo, wat je hebt ervaren, dat het best wel een eis achter kan zitten? Ja. Omdat het totaalbeeld toch niet zo is wat je eigenlijk in mind had. Nee, maar... Tenminste, wat verkondigd wordt. Of? Maar bij mij moet je niet met eisen komen. Niet met eisen? Nee. Maar oké, dus je kan het wel eisen, maar het moet bij jou binnenvallen. Nee, je moet niks eisen. Je kan me iets vragen. Oké, maar stel, die dames vragen je. Ja. En dit keer heb je eigenlijk gedacht van, je wil die hele hype, wil je ondervinden. Ja. Maar is dat dan ook zo dat als een dame jou iets vraagt, ga je dan daarin om iets te ondervinden, om mee te kunnen gaan? Nee, kijk, dit keer heb ik het gedaan omdat je toch, ik dacht, hoezo dit, dat. Ja. Je toch, en dit dat, de man shocky, want die man long. Niet dat die hard soldier. Oké, dus eigenlijk is het perspectief gezien, is het eigenlijk meer om het feit Dat er een bepaalde zwakte is ten opzichte van die wax, omdat het misschien pijnlijk is. Ja. Of maar eigenlijk, als ik het dan goed begrijp, niet eigenlijk zo ver gezien dat het hygiënischer zou moeten zijn. Ja, maar kijk, wat versta je onder hygiënisch? Want je kan zo kaal als een kip zijn. Maar als je niet goed voor je lichaam zorgt, ja, wat is dan het verschil? Nee, maar dat was voorbij ook de vraag van, ja, toch. Hoe kan je dat dan eisen in de zin van dat het hygiënisch is? Ja. Kijk, dat je gladjes wil kijken, is dat als een, sommige mannen houden van vrouwen die gladjes zijn. Anderen zeggen, ja, het doet er niet toe. Weet je, eigenlijk als ik het zo bekijk, toch? misschien denk ik veel te ver, maar principieel. Ja. Dat zou je eigenlijk denken, toch? Dat je een beetje... Ja, ik vind het een beetje... Als je zegt zo kaal... Als je zegt zo glad als een baby. Ik vind het een beetje... Je weet toch? Van je karing... Hoe noem je dat ding ook alweer? Een beetje? Een beetje baby? Nee, pedofiel eigenlijk. Als je gladjes bent. Ja, dat je het was een vergelijking toch, omdat sommige baby's worden geboren met veel haar. Maar... Nee, maar ik vind het een beetje... Ja, dat vind ik eigenlijk. Maar, misschien maar, is het maar, extreem, maar... Ja, want dan zou het dan vanuit de vrouwen een beetje pedofilisch zijn om te zeggen van ja, maar ik eis dat een man geschoren heeft.
Ja, of vanuit de man gezien, dat... Het is sexy als je glad is. Sexy als je glad is, dus ja. Oerwoud. Maar ja, oerwoud kan je ook mooi getrimd zijn. Ja, toch, de bomen kan je ook mooi... Dit doe je... Ja, ja, nou, dat is hoe je tuin hebt. Je tuin is vol, het is woest. Je kan het snoeien. Mooie gelijke deeltjes van maken, ja. Mooie driehoekjes of vierkantjes. Of een sommigen maken er een hele kunstwerk van. Dus ja, dat, ik zie eigenlijk niet het fijn. En dus dat is wat ik vorige keer ook heb aangegeven. Als ik het zou bedenken, dan zou ik het meer bedenken om het fijn van dat... Kijk, als je iemand hebt die het niet fijn vindt om behaard te zijn, ja, dan kan je een tondeuze er tegenaan zetten. Ja. Maar dat komt heel snel weer terug. Ja. Als je zou waxen, dat betekent dat je... Omdat het met wortel en al eruit wordt gehaald, ja, door de wax, dat het veel langer weg blijft. Daar zou ik me in kunnen vinden. Oké, okay, maar dan nog. ik moet erom lachen. Maar ik wist niet dat deze shit bestond. Ja, misschien ben ik echt groen of zo. Ja, ik denk wel. Ja. Dus, ja, toch, dit is al van oudsher. Alleen de middelen, denk ik. Mycelium, Tricelium, Cassilium. Hoe kom je erop eigenlijk? Hey, ja, ja, geeft het poppetje een naam, toch? Maar het is al lang. Misschien heette het vroeger manwax. Maar zou jij dat willen ondergaan? Nee, ik heb je al aangegeven. Ik vond het al prestige dat jij dat onderging. Ja, ik dacht, je weet toch, laat maar kijken wat... ik weet het, ik heb het in mijn gezicht gehad. Ik heb mijn baard meegedaan met wax. Maar nee, sowieso niet om het feit van een zwakkie. Maar ik zou gewoon met... Ja. Kijk, als je me bluft, dan ga ik je terugbluffen. Je weet toch? Tenzij het moet wel binnen de perken, maar als je me bluffen, dan ga ik niet. Nee, mij zou je daar integer niet kunnen overbluffen, omdat ik het al ondergaan heb. Ja. Maar niet over mijn lichaam. In mijn gezicht heb ik dat ondergaan. Omdat alles wat ik van mijn lichaam vind, als dat behaard is, ja, dan ga ik daar met een tondeuse of een schaar erover. Maar ik zou niet in specifiek gaan waxen. Ik ga stukje. Maar het was wel een kick, hoor. Ik moet wel toch. Want om het even. En is dat wat je hebt nu die Mycelium wax. Net als vroeger deed men dat ook. En misschien op andere manieren. Ik heb ook mensen gekend die het gewoon met een scheermes deden. Die het ook gewoon met schuim deden. Scheerschuim. Scheerschuim is ook een mogelijkheid. En ik gaf ook aan met veet. Dus dat is vandaag de dag hebben de dames een lady shave. Maar vroeger werd ontharingscreme daarvoor gebruikt. Maar is dat eigenlijk niet gevaarlijk als je bepaalde cremesoorten gebruikt of zo? Brengt dat geen schade toe aan je geslachtdeelt of zo? Ja, ik ben niet dusdanig. Ja, ik denk niet dat je het geslachtmatig moet doen. Waarom zo? Maar, nee, maar ik denk maar waarom als je het rond die area gaat zitten toch? Om het weg te halen. Nou, waarom zou dat? Hij laat het misschien te lang. Ja, maar dat is sowieso met alles. Als jij verf op je hoofd te lang laat, is het ook schadelijk. Je geeft zelf al aan, te lang. Ja, nee, je weet je, je moet geen ontharen, dat maakt niet uit of het op je hand, je been, waar dan ook. Kijk, daar is erotische zone is wat gevoeliger. Maar alles wat je als je veet te lang op je been laat, ja, is het ook een schadelijke vorm. Maar ja, kijk, daarom zeg ik heb het gedaan. Ik wilde gewoon even, je weet toch wat. Ja, nee, maar ik wilde niet gebluft worden. Dus nee, precies. Ik heb het gedaan. Je mensen, weet toch, soms moet je even de uitdaging aangaan. Mensen gaat door het leven als een nieuw mens. Ja, maar inderdaad, even serieus, je voelt je wel een nieuw mens opeens, lieve. Het leek net of een veer in mijn schoen was. Ja, misschien omdat er een gewicht afname is. Ja, toch? Ik was direct kilo's lichter. Lichter, nee, kan je nagaan. Dus ergens was het wel nodig. Hey. Je weet toch, ja. Sommige dingen moet je gewoon even een keertje geprobeerd. Ja, nee. En dat is persoonlijk wat je probeert. Ja, kijk, de ene probeert Mycelium wax. De ander zet een toepetje, de ander zet dit, de ander zet tattoo. Ik moet wel lachen, Mycelium. Hoe kom je op die naam? Nee, ik vind het wel mooi. Serieus, man. Mycelium, Mycelium, ja. Ik vind het wel degelijk. Ik vind het mooier dan manwax. Huh? Ik vind het mooier dan manwax. Ja, maar je had ook eentje bij je go gedaan. Ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Maar eigenlijk moest je anders alles ondergaan, toch? Nee, dat niet. Is dat geen erotische zon? Nee, dat is een soort erotische zon. Met alle respect hoor, ik ben geen... Maar heeft dat niks mee te maken? Ik ben geen keeper.
Maar dat heeft er toch niks mee te maken. Ik ben geen keeper. Dat gaat hem niet worden. Ja, maar ja, je zou met het vrouw in het daglicht zijn en er hangt gewoon een jungle. Ja, dan maar. Die wordt niet gescheurd. Dus alles is gladjes, maar dat bevoer gewoon vrij. Nee, hangt gewoon. Dat ook weer niet. Groeit eruit. Dat ook weer niet. Weet je, ik ben geen behaarde beest. Maar, nee, dat maar stel dat, dus ja, je had eigenlijk die kilo's waren eigenlijk maar plaatselijk. Voorheen, je toch, maar dat gaat er niet worden. Nee, helemaal niet. Nee. Maar stel dat het bebost zou zijn. Ik weet niet wat. In de achterzon, wat zou je dan doen? Dan misschien laser of zo, maar. Laser? Ja, dat zou niet. Dat niet geen pijn doen. Het interesseert me niet, maar je gaat niet. Maar dat is raar. Je gaat niet in een. Ja, maar dat is raar. Dus je gaat wel met een man met een pennetje en dan tjik, 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 haartje voor haartje. Dat zou je dan wel ondergaan. Maar gewoon een strip. In 10 minuten zijn. Maar zei de Juno die? Nee, omdat ik doe het helemaal niet. Maar dat bedoel ik toch niet hoor, als een pistool die dat. Nee, maar jij wil dus plaatselijk. Ja, alleen daar. Tuurlijk. Ja, maar daar niet. Nou, dat is raar. Ik keep niet. Ja, maar je hoeft toch niet te keepen? Daarom. Ja, maar dan kan het wel hygiënisch zijn. Ja, dat kan, maar niet voor mij. Dat kan, maar niet voor mij. Dat vind ik weer minder. Ja, maar minder, dat doe jij dan. Nee, ik zou het graag. Deze man is echt plaatselijk. Ja, ik zou het graag. Alleen in die zone. Of jij doe het helemaal niet. Ja, maar dat bedoel ik. Dus waarom zou ik het dan moeten doen? Nee, maar jij hebt het in ieder geval ondergaan. Maar ik vind het van mezelf al een grote stap dat ik dat heb kunnen doen. Ja, maar dan doe je eigenlijk de helft. Nou, dan maar. Is dat als iemand die zijn borsthaar gaat weghalen? Nee. En hij doet alleen de rechterkant. Ik doe tot waar ik kan. Maar, ik doe het dus, maar wat je nu aangeeft is dat die voorzone pijnlijker is dan de achterzone. Of minder pijnlijk. Ik zou het niet weten. Dan zou ik dat moeten gaan testen. Maar dat is een test die ik aan anderen overlaat. Maar als de vrouwen zeggen van, ja maar, ja, maar ze kunnen Winston, ik eis dat van jou. Nee, hoezo je eist? Ja, maar je moet overbluffen. Ja, want dat gaf je zelf aan. Ja, maar als die vrouwen jou overbluffen. Overbluffen. Kijk, dit. Oké, dan ga je het even checken. Ja. Het was voor mij al een hele stap om... Nou, daarom. Je weet toch? Maar waarom op de helft? Nee, maar waarom moet ik het doen? Vertel me waarom. Ja, maar sowieso. Maar waarom heb je die erotische zone wel gedaan? Omdat ik dat wilde doen. Dat kon ik nog even... Dat kon ik aan. Maar, dat is raar. Maar, ik vind het raar. Nee, maar brada, dus balzak voor, ja. Maar achterkant... Huh? Bebost. Dus dan krijg je eigenlijk voor gladjes en achter is woest. Dat is dat het. Maar dat you doing dan. Nee, maar ik gaf al aan dat ik sowieso niet in de scene ben. Nee, ik ben... Nee, maar ik het gewoon raar vind dat je vorige keer gepredikt hoe pijnlijk het zou kunnen zijn. Ja toch, en ik heb het gecheckt. Dat de hele vel mee zou kunnen gaan. Ik heb het gecheckt. Maar dan doe je de voorkant en dan... Ja, maar ik heb niet gezegd dat Mina keeper. Heb je ergens verstaan dat Mina een keeper? Ja, maar dat heeft toch niks mee te maken met... Natuurlijk wel. Alleen, ik denk, dat is voor keepers, jij toch? Hoezo? Hoezo is dat voor keepers? Ik denk dat het voor keepers is. Jij toch, die keepers hebben dat nodig, dat achterkant glad is. Dus jouw vrouw wrijft niet op de achterzone. Die vindt dat... Die komt daar ook niet op een bos in. Mijn ik ben geen... Ik ben geen keeper en hoe een vrouw naar wrijft of achterzone. Oh, dat is gesloten. Ja. Is dat in de voorkant? Ja. Nee, maar even serieus. Verboden toegang. Nee, maar serieus. Dus jij vindt het lekker als een smaaie goal zit te strelen? Ja. Ja. Tering, jij bent raar. Maar, nee. Ja, maar waarom is dat raar? Jij streelt ook geen Bobby. Hé, hey, brada. Hey, ga stuk, man. Dus jij pakt je vrouw zijn billen ook niet vast? Dat is wat anders. Dat is wat... Maar wat is dat het verschil dan? Ja, maar mine keep. Ja, maar wat heeft dat met keep te maken? Je vrouw streelt je, kan niet verder strelen, want er ligt gewoon een bebost gedeelte daar zo. Ja. Okay, en ze zegt, hé, Winston, ik eis. Hoe haal jij je bos dan? Hoe zou jij je bos weghalen? Vertel me. Je hebt net gehoord. Ik heb een tondeuze. Maar hoe ga jij met een tondeuze je bos aan de achterkant? Hoe ga ik met mijn tondeuze, mijn eigen haar tondeuze? Spiegels, alles. Maar anders moet Spider-Man stand je tikkie. Ja, maar dat maakt niet uit.
Wie betekent dat je nou als Spider-Man? Ik wist het. Dat maakt niet uit. Nee, maar dat is voor mijzelf. Dus je gaat helemaal zo, de benen helemaal hier en dan. Maar serieus, maar hoe denk je dat die tondeuze daar terecht gaat komen? Waar? Huh? Waar moet die tondeuze terecht? Ja, toch. We hebben het niet over in de beeld. In de Grand Canyon. Ja, toch? We hebben het niet over in de beeld. We hebben het over op de beeld. Ja, maar het gaat er toch langs? Ja, zo. Maar dat vaas aan niet. Dus het gaat net als een graafmachine gaat het zo. Ja, net als hoe dat aan de voorkant gaat. Jij bent gek, man. Nee. Wat was de difference dan? Jij bent gek, gewoon. Nee, jij bent Wat dacht je dat de vrouwen met ladies doen? Dus je gaat een hele Spider-Man stand zo en dan... Kill, je bent lenig, man. Ja. Mensen maken drie dubbele en dan hou je die spieker hier zo en dan... Die spieker gewoon in de lucht. In de lucht. Nee, aan de zijkant, aan de muur. En gevoel. En dat, als ik mijn haar van achter heb ik geen spiegel nodig. Dat alles dat alleen maar om je Grand Canyon te scheren. Ja. Jij bent gek, man. Jij bent gek, man. Jij gaat liggen. Jij komt met de hele wax. Ja. De avontuur. Ja. The adventure of the wax. Ja, oké. Okay, ja, ik heb het doorstaan. Ja, en ik ben er eigenlijk wel trots op dat ik het... Ik heb niet eens een kick gegeven. Niet eens een kick. Nou, waar komt dat verhaal vandaan? Dat het pijnlijk zou moeten zijn. Nee, dat werd aangegeven. Sommige van die cliënten... Ja, dit bepaal ik wat baby. Ja, nou. Het is net als toen ik het in mijn gezicht heb. Heb ik ook geschreeuwd. Ik schreeuw niet, ik ben een soldaat. Ja, dat kan. Dat is voor iedereen. Nee, toch? Apart. Ik denk dat mensen, als ze zouden wachten in een bepaalde... Zelfs op je been. Voor de een kan het pijnlijk zijn, voor de ander niet. Dat is niks. Ik ben gewoon first blood. Ja, dat bij deze. First blood. Maar jij bent gedeeltelijk first blood. Nee. Ik ben niet gedeeld. Brada, mini-kip. Ik ga het nog één keer zeggen. Mini-kip. Dat is mooi. Jullie hebben gehoord. We zijn er. Ja. We zijn er geweest. Ja, en straks ga ik even zeggen waar. Want het is wel een... Ze is wel goed. Het is wel een ervaring waard. Ja. Degene is echt goed. Weet je, doet dus zorgvuldige werk. Heeft dat er ook een beetje mee te maken? Wat? Dat je weet wat je doet. Ja, ik denk, ik weet het, maar je weet toch, je ziet wel, het is wel belangrijk dat iemand weet. Maar misschien is het daarom de wereld in geholpen dat het pijnlijk deed. Dat misschien waar degene geweest is of waar men geweest is, dat het wel pijnlijk is. Ik heb wel pijn ondervonden en behoorlijke pijn. Ongeacht het feit dat mijn pijngrens best wel hoog is. Ja, natuurlijk, in je gezicht is natuurlijk wat anders. Ik denk dat zeker als je in de erotische zone gaat, is het ook veel pijnlijker dan op je been. Ik denk als je speciaal opgeleid bent en getraind, dan... Dat heeft er ook mee te maken. Dus. Ik heb letterlijk geen kick gegeven. Okay, ik was te ontspannen, man. Dat kan er ook in zitten. Weet je... Want hoe meer je gestrest en hoe meer je... Ja, dan kan je... Je moet je pijngrens. Kijk, eigenlijk moet je helemaal aan niks doen. Ja, maar misschien was het ook een vertrouwd beeld. Je lag daar heel vertrouwd. Nou, ik denk niet dat ik heb daar nooit gelegen. Degene die het... Ja, dat is wel goed, maar... Het gaat niet om het liggen, maar degene die het doet. Als je daar een bepaald vertrouwen in hebt, dan... Ja, maar toch is het toch raar. Je weet toch, je moest echt weer en je denkt, Sanfai, wat je zo? Ja, het is warm. Ja, toch. En dan, rich. Ik zie dat. Enjoy. Rich. Dat zei je. Rich. Maar goed, dan weet je het. Ik heb het doorstaan. We hebben het gehoord. Hij heeft het doorstaan. Ja. Hij heeft zijn woord gehouden. Ja. Belofte maakt schuld. Ja. Daarbij wist ze niet, want hij heeft gedaan wat hij heeft gezegd. Ja. En hij heeft het ondervonden. En jullie hebben het gehoord wat hij heeft ondervonden. Ja. Nou, dan gaan we nu over. We gaan nu even snel over, want ik een maand geleden sprak ik erover. Mm. Ja, toch? Toen was het moederdag. Ja. En nu komt vaderdag. Heb je nu het verschil gezien? Waar zijn alle reclame? Dit, dat, noem maar op. Nou, ik ben ze wel tegengekomen. Nou, maar niet zoveel als bij moederdag. Ja, maar ik denk niet dat je dat op dezelfde level kan zetten. Nee, hoezo niet? Hoezo niet? Ja, maar mensen kunnen toch geen reclame maken in de zin van dat iets gelijkgesteld geworden. Het gaat niet om gelijkgesteld. Ja, toch? Het gaat erom
Niet zoveel reclame graag voor de man. De man moet ook gewaardeerd worden. Er zijn ook een heleboel goede vaders. Hoezo? Maar duid dat aan, doordat het dat er dan geen goede vaders zijn. Nou, het is niet specialer dan wanneer de moederdag is. Want nee, wordt helemaal opgeblazen. Kom op. Dus wat is het? Maar was moeder en vaderdag altijd op gelijke voet? Of in de zin van... Toen er moederdag zin? was er ook altijd vadervag? Of heeft vadervag een slag ingehaald? Ik heb geen idee of het een slag heeft ingehaald. En het zou mij ook een worst wezen of het wel of niet ingehaald heeft. Ik vind nu, anno 2024... Mm-hmm. dat er nu meer gedaan moet worden voor de mannen. Voor de mannen. Ja, toch? Ja. En niet alleen maar wanneer moederdag is, dan word je helemaal gek geblazen met allerlei reclames en noem maar op. Overal, moederdag, ja. moederdag. En daar zouden we dus eigenlijk, daar zouden we als vader zijnde daar eigenlijk voor op moeten komen. Nou, dus dat is hoe de vrouwen voor het feminisme zijn opgekomen, zouden wij als mannen ook daar een zegje natuurlijk, een hoezo? Moeten doen. Maar waarom mogen wij onze ego ook niet strelen? Hoezo? Ja. Waarom moeten wij altijd maar die stoere man zijn en die er alleen maar moet voor zorgen dat je vrouw eten, drinken en geld geeft? Hoezo? Nou, kijk, ik ga deels met je mee, want er zijn genoeg vrouwen die dat ook doen. Alleen is het misschien nee, het is te niet weinig. Zo... het is te weinig. Sorry. Het is te weinig, ja precies. Ik vind het gewoon te weinig. Er is gewoon geen excuses. Het is gewoon te weinig. Ja, oké. Okay, nee, en ik vind ook dat die mannen meer en meer gewaardeerd moeten worden. Net hoe vrouwen vinden maar moeten die dat mannen ze gewaardeerd dat moeten worden. En dat zij betere functies moeten krijgen. En betere salarisschalen. Al ja, maar... dat soort dingen worden geëist. Precies. En er wordt alleen maar naar hun pijpen gedanst. Hoezo? Nee, maar dat houdt in dat de mannen zich dan voor zichzelf moeten opkomen. Dat gaat niet komen aanwaaien. Dus dat betekent, dat is natuurlijk voor ons... Dat van vrouwen is ook een... niet komen aanwaaien. Nee, daar hebben ze toch voor gevochten. Nee, een paar hebben een beetje kabaal. Maar weet je waarom? Nee, je geeft aan. Ja, maar die beetje kabaal, dat zouden nee, wij ook een beetje kabaal Nee, maar dat heeft een beetje maken. Mee te maken. Omdat wij vrouwen altijd tussen haakjes zien als het zwakke geslacht. Een vrouw is helemaal niet zwak. Nee, daar ben ik compleet mee. Een vrouw ondeens. Gebruikt haar zwakte ten faveur om een man eigenlijk naar de hand te zetten. Je weet toch? Ja. Zwakte in de zin van, hé. Hey, maar wie is voor zichzelf opgekomen? Als ik iets nodig heb, je weet toch? Dan maakt ze je belangrijk. Daarna kan je gewoon een schop onder je kont krijgen. Maar zo, dus als ik het goed begrijp, dan zouden de rollen moeten omkeren. Niet omkeren. Je moet elkaar waarderen. Het gaat niet om hoeveel jij... Of, als zal zij iets meekrijgen, dat interesseert niet. Maar het wordt nu tijd dat... Dan zeg je toch eigenlijk hetzelfde. Het wordt nu tijd dat de man gewaardeerd wordt. Maar dan zeg je nu toch hetzelfde. Weet je? De vrouwen meer. Het maakt niet uit. Nee. Ik zeg, je hoeft niet... kijk, als dit het verschil is, kan ik mee leven. Maar niet als dit het verschil is. Laten we eerlijk zijn. Dat ervaar je. Dit is gewoon... Niet dat ervaar je... Dat heb ik al gemerkt. Maar hoe heb je dat gemerkt? Ik zie het doordat toch. Jij, maar jij, net hoe ik rustig maar zit. Zit jij zodra, alleen? Zodra de... Ja, Amahula. Hoezo dan niet? Het kan toch zijn dat jij dat alleen ziet? Dus jij ziet het niet? Jij ziet het niet? Ik heb het niet zo gezien zoals jij het hebt gezien. Misschien ben jij vastgeroesterd in dat kan. Ja, misschien is dat omdat ik er misschien weinig... Weet je, ik kijk wel naar dat soort dingen omdat ik het belangrijk vind. Als een vrouw het belangrijk vindt dat je haar moet waarderen, zo moet een vrouw het ook vinden dat een man gewaardeerd wordt. Maar moet je dat van daken schreeuwen? Ik doe het wel. Ik vind het wel belangrijk. Wij moeten niet alleen maar geassocieerd worden met vreemdgaan en hoeveel kinderen en slecht en dat soort dingen. Want daar zijn ze heel gauw mee. Nee, maar kijk. Daar zijn ze heel gauw mee. Ik proef twee dingen. Hè? Het feit van de waardering. Maar als jouw waardering... je kan honderd dingen proeven. Luister, als jouw waardering thuis dusdanig is... Moet het dan in reclame of in van de daken afschreeuwen... Moet het dan daar te zien om te beseffen? Om wat ik te beseffen? Ik persoonlijk heb daar geen probleem mee gehad dat ik niet gewaardeerd word. Dus daarom zeg ik van... Ik vind het wel belangrijk om... Nee, maar jij, ik denk dat er zijn twee verschillende dingen. Het commerciële vlak. Nee, kijk, als je zegt ik kijk dat het commerciële vlak is minder...
qua Vaderdag, Moederdag, ja, tuurlijk, omdat, daar kan ik mee in. Nee, maar het commerciële leidt er naartoe dat jij dingen voor vrouwen gaat kopen. Ja, maar nee, dat is geen must, daar ben ik niet mee eens. Het gebeurt. Nee, het is net al, straks komt de EK, dan ga je weer zien, reclame, allemaal reclame. Maar het blijft, allemaal, zoals ik al eerder heb gezegd. Shirtjes kopen, televisies kopen, omdat het merchandise is. Het blijft jouw keuze. Jij gaat er mee in, of je gaat er niet mee in. Ja, maar zo gaat het altijd. Het gaat ook wanneer je de hele tijd drankjes ziet, etenswaren, bier, noem maar op. Je gaat er op af, op wat jij ziet. Want dat is die brainwash. En, ja, dat is die brainwash. Ja, maar dan blijft er nog steeds jouw keuze. En jouw keuze is, je doet toch, omdat je, kijk, enigszins schuif je er natuurlijk mee, want je gaat mee in het onderwerp. Je weet toch, en je ziet, is wel leuk, weet je. Want je ziet een leuk een moederdag keer voorbij komen. Weet toch, voor de helft van de prijs misschien of zo. Dat moet ook kunnen met vaders. Hoezo? Je weet toch, en dat is het probleem. Want vaders worden continu in een slecht daglicht. Zoals ook mannen. Als je met een vrouw een relatie eigenlijk aangaat, of je praat met een vrouw, let op. Hoe gaat het? Ga je nog met die? Nee man, het is uit. Wat is haar reactie? Vertel. Wat heb je gedaan? Je bent zeker vreemd gegaan. Of je hebt zeker wat gedaan. Iets gedaan. Ja. Daar kan ik mee inkomen. Ja, toch? Daar kan ik mee inkomen. Dat is veelvuldig. Toch? Ja, toch? Want, ja, dat komt vanuit het perspectief dat men ervan gaan. En dan in dit keer vanuit vrouwen. Dat wanneer je uit elkaar gaat, dan ligt het aan de man. Ja, toch? Maar wanneer je dus zegt, zij tegen je zegt, ja, maar ik ga niet meer met Henk. Oké. Okay. Maar dan wat heb je gedaan? Zo, wat heb ik gedaan? Ik bedoel, wat hij heeft gedaan. Ja, wat kan, ja. Zou voor hetzelfde geld kan zij het gedaan hebben. Ja, ja toch, standaard. Ja. Het is standaard de vraag dat je direct zegt, maar wat heb je gedaan? Je hebt zeker dat en dat gedaan. Dat ja, maar klinkt het niet raar dan? Als stel dat ik iemand zou tegenkomen en ik weet dat die persoon met Johan gaat en ik zie die persoon en ik vraag van, hoe gaat het? Ga je nog met Johan? Nee. Om dan te vragen, maar wat heeft Johan gedaan? Maar dat klinkt toch raar? Nee, je hoeft niet per definitie te zeggen. Maar ik ga wel tegen die persoon gedaan, zeker heb je iets gedaan. Nee, maar als je dat zou zeggen, hoezo? Direct, hoezo? Nee, nooit hebben ze iets gedaan. Je weet toch, nooit hebben ze iets gedaan. Je bedoelt de vrouw? Ja, de vrouw hebben nooit iets gedaan. Het ligt altijd aan die man. Nou, het is altijd een man die vreemd is gegaan. Het is altijd een man die meerdere vraagt. Het is altijd een man die geweld heeft gebruikt. Jij toch? Want dat is het. Hetzelfde ook wanneer je eigenlijk een vrouw leert kennen. Ja, die zijn niet vertrouwd. Jullie mannen zijn honden. Ja, maar misschien hebben vrouwen een langere adem dan mannen. Mannen zijn misschien gauw geneigd om te zeggen van, kolibatori. Ja, vrouwen ook. Liep mi pemde, kolibatori. Laten we het zo laten. Vergis je niet een vrouw, hoor. Dat zei ik je. Kijk, wij doen wel een beetje stoer. En toch, persoonlijk vind ik dat vrouwen toch meerder. Ik denk dat vrouwen ten koste van alles meer in een relatie gaan voegen in de zin van. In welke zin? Dat zeg ik je. Ja, in de zin van. In de zin van, nog een keer. In de zin van om de relatie door te trekken. Denk je? Ja, dat denk ik zeker. Oh, okay. Als ik het naar mezelf projecteer, ja, dan ben ik al gauw, heel gauw geneigd om te zeggen van kolibatori. Ook al is het moeilijk en je denkt van ja, ze zijn allemaal vermoeiend, kolibatori. Ja. En een vrouw, ik weet zeker dat een vrouw best wel kan zeggen kolibatori, maar in het achteraf denkt ze van, oké, maar wat weegt zwaarder? Dat zij meer de moeite zal doen om het toch ergens naartoe te brengen. Dat is omdat ze op dat moment geen plaatsvervanger voor je heeft gevonden. Dat is het. Zij heeft op dat moment geen plaatsvervanger voor je gevonden. Daarom gaat ze moeite doen. Ja, toch? Als jij praat over plaatsvervanger, dan zit er al een bepaalde rekwijdte in. Kijk, als jij in een relatie continu waarop bepaalde zaken wordt aangewezen en jij doet daar niks aan en die vrouw heeft zoiets van dat dit gaat het niets worden, dat het moment
dat zij zegt van, hey, collibatorie, en daar wil ik dan nog op komen, collibatorie, heeft zij eigenlijk in haar gedachten, staat het al vast, dat het niet gaat. Waardoor ze misschien al een plaatsvervanger heeft. Omdat ze weet, nee, met deze man gaat het niks worden. Dat is het mooie. En dit is iets waar we steeds op stuiten. Ja toch? Een vrouw komt niet rechtstreeks naar je toe om je uit te leggen. Hey, jij laat je onderbroeken daar slingeren. Of jij hebt de afwas niet gedaan. Of noem maar op. Ze gaan altijd tussen de regels praten. Ze gaan je eigenlijk zogenaamd... Hint ja, is goed. Ja. Je moet niet met hintjes komen. Als jij wilt dat ik mij moet verbeteren, dan moet je duidelijk zijn. Dan moet je duidelijk aangeven wat jou irriteert en wat jij verwacht dat ik moet verbeteren. Maar sta jij open om dat tot je te nemen? Dat kan alleen maar wanneer jij mij het zegt. En wanneer je mij het ook zegt, dan ga ik het ook even door die processor gooien. Ja toch, van hé, ben ik het er wel mee eens? Want ik hoef niet alles klakkeloos aan te nemen. Mm-hmm. En wanneer ik het eens ben, dan ga ik je gelijk geven. Dan zorg ik ervoor, hé man, waar ik mijn jockey misschien op de grond heb gegooid, zet ik het netjes in die wasmand. Dus het moment dat jij toch die jockey zet, daar ben je het niet mee eens? Ja, daar ben ik het waarschijnlijk. Of, ja, je weet toch, of ik wil gewoon laten zien, ik bepaal wat er gebeurt. Je weet toch, het kan altijd twee kanten op gaan, maar het belangrijkste maar is... Maar heb je daarover gecommuniceerd? Of is dat zoiets van, nou, ze heeft gezegd, ik vind die jockey in de badkamer vind ik hinderlijk. Wat is jouw tegen... Als jij het niet hinderlijk vindt... Ja, maar waarom vind jij het hinderlijk? Is het hinderlijk? Hoezo? Ligt ja, maar daar wil ze misschien wel over communiceren. Ja, toch, maar ik ga je toch vragen. Als jij mij iets zegt, ga ik je toch vragen. Maar wat stoort je daaraan? Maar vrouwen houden niet van... Ze zeggen dat ze van communiceren houden. Ze houden van tussen de regels doorpraten. En dan wanneer eigenlijk de bekende druppel komt... die de emmer doet overlopen... Dan gaan ze zeggen, ja, maar ik had je toch al gezegd. Nee, je hebt me niet gezegd. Je hebt me steeds een soort hint gegeven. Maar hoe weet je dat het een hint is? Luister, uiteindelijk word je slimmer, toch? Dan ga je analyseren. Dan ga je kijken, wat doet de vrouw? Mm-hmm. Je weet toch? Mm-hmm. Wat doet de vrouw? En dan ga je goed luisteren, want dan gaat ze nog punchline ertussendoor. Mm-hmm. Je weet toch... Maar is het niet dan als het feit dat je een postlijn of een hint hebt gekregen, is het dan niet van, hé, maar what do you mean? Nee, luister. Kijk. Als die smaar jou misschien heeft gezien met een smaar, je weet toch, die zat misschien op je schoot. Ja. In plaats dat ze je benadert van, hé, maar waarom zat die smaar op je schoot of wat is die tori? Ja. Je benen zijn lekker warm geworden, hè? Zat je lekker? Ja, maar kijk, dat zou ik misschien ook hebben gedaan. Omdat je weet niet in wat voor variant. Kijk, als ik rechtstreeks tegen jou kom, dan kan het misschien helemaal. Want misschien is het je nichtje, misschien ja, nee, is het maar je tante. Vragen. Ja, maar uiteindelijk, dat is dus waarom dit soort dingen komt. Dit zijn die halve dingen, mm-hmm. Weet je. En dan krijg je niet de gelegenheid. En dan wanneer je zegt, ja, maar hoezo heb je me gezegd? Ja, weet je nog niet. Nee, je hebt me niet gezegd. Je komt in zogenaamde... Punchline. Ik zit niet bij een spelprogramma dat ik hints moet gaan raden wat je bedoelt. Ja, laat even eerlijk zijn. Dat ding moet nu stoppen. Direct. Dus ja, toch? Kom gewoon met de feit op tafel. Brada, ik vind dat jij dit en dit en dit moet doen. Dat is duidelijkheid. En als ik daarin verzaak, dan kan je me eigenlijk zeggen, hé, maar ik heb er genoeg van en ik ga weg. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Maar niet komen met je zogenaamde punchlines. Je weet toch dat ik bij hints zit. Maar wat ik zo begrepen. Dus jij gebruikt geen punchline. Jij bent direct. Jij gebruikt geen punchline. Gewoon keihard. Net als een olifant door een porselein. Bam. Ja, tuurlijk. Het is niet altijd zo vinden het nooit leuk. Maar je moet het doen toch. Want duidelijkheid. Weet je, ik hou niet van achteraf dingen. Je weet toch, of ik zeg jou nu dit. En dan ga ik achteraf daar klagen. Hé, ja, die smaak van mij is dit en dit en dit. Nee man. Zeg gewoon direct even van elkaar. Hé, maar wat is die tori man? Oké, dat is geinig. Gaan we schakelen of, je weet toch? Ja. Of wat? Je weet toch? Want voor doe mijn tijd niet. Nee, dat is... Want als jij vindt dat jij niet met mij verder wil gaan of noem maar op, zeg me gelijk, want dan ga ik gelijk de andere kant op. Maar kom me niet aan het lijntje houden terwijl je ondertussen eigenlijk bij je nieuwe liefde op bezoek gaat of je bent op zoek naar je nieuwe liefde. Maar alleen omdat je nog niet zeker bent... om die stap te maken, om te kijken. Want ja, je weet hoe het gaat, toch? Want ja,
kan zijn dat er financiële dingen voor je wegvallen. Dat het een reden heeft. Ja toch? Het heeft altijd een reden bij vrouw. De reden je eigenlijk een beetje tegenhoudt. Altijd een reden bij vrouw. Ja. Altijd een reden. Vrouw, daarom zeg je, we doen stoer. Je weet, vaak komen we... Mannen hebben geen reden. Vaak komen we toch ook... Hey, die klaar als man liggen, want... Hey, kapot gemaakt. Niks. Je weet toch, mijn vang als man liggen. Ino vang als man, die als man vangen, joh. Wij vangen smas niet. Nee, maar sowieso ben ik daar nooit. Die smas vangen ons. Dat is dat ding. Of weet je, wij denken omdat wij met een chocolaatje in mijn rechterhand, bloemetje in mijn linkerhand, ik kom aandansen. Dan denk je dat ik spitmaster ben, sitcom manager. Nee. Nee, maar ik persoonlijk heb dat ook nooit gezien hoor. Ik moet ook zelfs eerlijk zeggen dat... Oene vangas, maar dit is mijn vangas uno. Ja. Je weet toch? Maar dat is mijn ervaring ook. Ja, kijk, het is gewoon... Het ik is gewoon ben een iemand, je trapt een bal af en ik ga door met die bal. Dat is... Maar dat zeg dat ik is, toch. Dit is mijn vangas uno. Niet omgekeerd. Je weet toch, maar wij denken, hé... Nee, omdat, ja, dus uit jouw woorden proef ik dat is de vrouw bepaalt. Zij bepaalt het. Zij bepaalt of het wel of niet. Ja toch, hey, om je man kan gewoon, kan dit maar op miljoenen, ze vangen die sma niet. Maar jij komt gewoon met je prietbroekoe, je hebt geen osso, je rijdt op krotfiets, maar je vangt sma. Ja, maar misschien heb jij meer uithoudingsvermogen. Nee, het gaat niet om uithouding. De benadering. Ja toch. Daar gaat het. Of als ze heeft jou, die got the eyes on you, ze heeft eigenlijk al op jou gevestigd. Ja, en wat ik ook vind, en ook als man zijn, dan moet ik gewoon clean zijn. Maar om even terug te gaan, en als ik een paar afleveringen terug ga, maar was dat toen niet een item dat vrouwen materialistisch, de new generation, vandaag de dag meer op het materialisme gaat in de zin van dat, ja, hey, maar die man moet wel dit en dat hebben alvorens ik een relatie wil staan. Dan kijk je niet eens naar de relatie, maar dan kijk je eigenlijk naar wat die man bezit. Want als die man bepaalde zaken niet bezit... Financierder. Ja, precies. Ik ben niet je financierder. Dat gaat hem niet worden. Nee, maar dat is voor jou. Maar zulke smas moet ik er kunnen vrouwen zijn die zeggen van, hé, maar dat zijn mijn voorwaarden. Ja, maar jij mag als vrouw altijd een voorwaarde hebben. Maar jij gaat niet voor mij bepalen of dat ik het aan jou ga uitgeven. Je hebt het wel. Wat zeg je? Je hebt het wel, maar... Ik ga het aan jou uitgeven, dat ga ik niet doen. Ja, maar stel, is een relatiesfeer toch? Interesseert me geen fuck. Als jij materialistisch bent en je denkt alleen maar op mijn sap te commenteren, moet je wegwezen. Maar is dat, maar dan ga je dat polshoogte, ga je dat polsen, ga je kijken van, maar... Ik hoef niks te polsen, je kan gewoon aan bepaalde handelingen van een vrouw zien of ze het met jou meent, voor jou, om wie jij bent en wat je doet, en je daarin ondersteunt, of het is gewoon een sma die alleen maar zegt, hey, trek je creditcard, we gaan daar en daar en maar daar. Maar kan ze niet beide hebben dan? Zo beide hebben. Beide. Dus ook met, trek je kaart, je creditkaart. Maar ook die relatieve sfeer van dat één. Nee, maar het moet niet gaan om een money. Want omgekeerd, als je een sma zou lullen om de money, gaat ze je ook wegsturen. Want ze gaat je zeggen... Als haar oog gevestigd op die man. Stel eens wat we net zeggen. Dan hoeft hij toch niet iets te bezitten. Zeggen. Ik ga je nu krientakje iets zeggen. Ja, toch? Mm-hmm. Vrouwen houden niet van om mannen op te bouwen. Want ze gaan zeggen, ze willen een man moet daar zijn. Ja toch? Maar een man altijd gaat een vrouw altijd opliften. Je weet toch, gaat haar altijd nemen. Al moet hij je met je 6 kinderen nemen, gaat hij je nemen. Omgekeerd gaat een vrouw denken, echt niet hoor. Sumami. Nee, jawel. Ik vind dat je daar een beetje te cru in bent. Het is niet cru, het zijn feiten. Kijk, en aan de andere kant zeg ik als ook... Als ik het zo proef, zijn het een het zijn individuele zaken. Kan je toch niet onder één noemer? Nee, ik zeg je gewoon wat de feiten zijn. En het zijn gewoon feiten. Maar als hoezo, jij vrouw wat leert kennen, die feiten? Luister, een vrouw gaat zeggen... Als jij tegen een vrouw zou zeggen... Hey, luister, ik kom net uit een relatie. En ik moet weer opnieuw opbouwen. Het heeft geen tijd voor dat. Je moet al je eigen dingen hebben. Je moet al... Alles maar wat praat je dan over... Je weet toch... Over vrouwen van nu? Over nu? Vrouw, ik praat over nu. Over, je hebt het over de nieuwe generatie. Ja, de nieuwe generatie.
Die wil niet. Zij vinden? Nee, man. Je moet al hier zijn. Ze willen je niet meer op. Maar als ik daar ben en ik heb 20 kinderen. Als ik al daar ben, maar ik heb 20 kinderen. Ja, maar dat zeg ik. Dat leg ik je uit toch. Als jij al daar bent, je hebt je money, alles. Dan willen ze die stap wagen. Maar als jij hier bent, je weet toch. En je hebt een moeilijke tijd doorgemaakt. Je weet toch. Misschien hoe COVID is geweest in lassiebedrijf. En je bent nu aan de grond. Dan is het ook de taak van een vrouw om jou op te liften. Want wanneer een vrouw aan de grond is en ze heeft een echtscheiding, zware dingen meegemaakt. Misschien is ze hier. Ja toch? Dan komt er een kill langs, die neemt jou en die gaat jou. Die gaat jou samen. Ja toch? En dat ja, maar is dat niet een polzocht? Is dat niet een gevoel dat je komt iemand tegen en dan even het... wat je hebt of wat je niet hebt, even terzijde. Je komt iemand tegen en die klik is er, die band is er. Dan lijkt het mij toch niet onmogelijk om te zeggen van, we gaan het samen opbouwen. Ik ga ook jou opbouwen. Die vrouwen, dat zei je, dan ga je echt... Dat is eigenlijk bordjes voor de hoofd. Dan ga je kijken zo, voor groot glas zoeken. Nee, maar het kan toch ook in je benadering of in hoe jij zelf bent. Kijk, als jij een man van romantisch of een man van die een vrouw op een statistiek, dat willen ze al niet horen. Maar kan bruut zijn. Weet je wat ze zeggen? Romantiek brengt geen eten op tafel. Nou, ik hoor best wel van vrouwen dat mannen hebben geld, maar zijn niet romantisch. Of mannen hebben geen geld, maar zijn ook niet romantisch. Waardoor twee zaken, je hebt of de een en de ander niet. Kijk, luister, of je hebt beide niet. Wat doen wij als wij een vrouw zien en ze is in een put? Of ze is misschien niet romantisch. Wat doen we met het? We helpen ze toch? We ondersteunen ze met alles. Ja, toch? Nou, dat ligt... Als die persoon mij dusdanig ligt in de zin van... Dat ik klik heb met die persoon... Dan maakt het mij niet uit of ze niks of wat dan heeft. Nee, maar... Dat zeg ik het. Dat zie je toch aan de personage van... Hey, met maar dat zien wij als mannen. Nee, jawel. Het is echt zo. Nee. Kijk, wat ik wel kan begrijpen is dat... Als jij een bord voor je hoofd hebt en zegt... Ik wil alleen een man die geld heeft... En niet kijkende en andere dingen voor granted neemt... Maar dat is een keuze die je dan maakt. Wat is de eerste zin die je vrouw tegen je gaat zeggen? Ga je voor me kunnen zorgen? Ja, maar het is toch raar. Als jij een relatie met een man aangaat, maar hij kan niet voor je zorgen. Nou, zo moet ik voor een vrouw zorgen. Leg me even uit. Maar ik denk dat je moet even definiëren wat zorgen voor jou inhoudt. Definieer jij het? Want jij vindt het normaal. Je vindt het normaal iets. Dus hoe zie jij het? Nou, zorgen is voor die persoon zijn. Het sociale beeld. Stop daar maar. Stop gelijk. Nee, maar dat is niet wat zij daarmee bedoelen. Dan wat bedoelen zij daarmee dan? Dit. Ja, maar dan praat je nu over gold diggers. Maar dat is net als wat je aangaf. Dat zie je dan toch meteen waar een vrouw naartoe wil. Maar het hangt er toch niet van af of ze het wel heeft of niet heeft. Zo moet ik voor die vrouw zorgen. Hoezo? Sowieso. Ook al heeft die vrouw veel geld, dan moet ik nog voor zorgen toch? Dan zorg ik niet voor het financiële, maar ik zorg voor andere dingen. Nee, maar stop. Het is niet je moet. Je doet het samen. En die het is niet we als man of wij als mannen. Het is man en vrouw. Dat lijkt me toch niet meer dan logisch? Nee, ja, maar voor ons is het niet meer dan logisch. Maar de realiteit gebied te zeggen. Dat het toch niet zo logisch is. Nee, maar dat is wanneer je voor je spiegelbeeld hebt. Dus dat is dat bordje. Ik ga met man. Maar hij moet dat hebben. Dat zijn die voorwaarden. Hij moet geld hebben. Anders heb jij al geen kans. Ik zal even een kleine naam. Als we die zangeres. Ze begint met een A. Iedereen weet het. Als zij een voorwaarde heeft van ik moet... Teja hebben, anders heb je geen kans. Dat is een keuze die een vrouw op dat moment stelt. Hij moet een baan hebben
En laten we het kunnen zeggen. Hij moet een baan hebben en een auto. Of laten we nog... Nee, maar waarom, zeggen, waarom moet ik een auto hebben? Hij moet een baan hebben. Nee, laten we die auto even. Ja. Dat is een bijkomstige. Hij moet in ieder geval een baan hebben. Want als die man geen baan hebt, hoe ga je dan zorgen? Luister, het kan zo zijn, toch? Wacht even. Wanneer jij een vrouw leert kennen en het klikt, maar die vrouw heeft geen baan, wat doe je? Ga je er wegsturen of ga je er ondersteunen en helpen dat ze weer op de bij de ja, maar dat is een vooruitzicht op dat moment. Maar dat is mijn vraag aan jou. Nee, luister, dat is een vooruitzicht op dat moment. Dus net als wat je zegt, als ik een vrouw leer kennen, ja, we hebben die klik, ja, en we gaan samen, dan gaan we ook samen omhoog. Ik bedoel, mijn eerste relatie, als ik dat even mag zeggen, mijn eerste relatie was ook zo. Zij was jonger, ik was wat iets ouder. Ik werkte al en zij nog niet. Maar die klik was er en het ging goed. En in de eerste jaar zag ik mijzelf als de provider, omdat die klik er is. Ja. Zij deed, luister, ja, ik deed het financiële binnenbrengen en zij deed andere zaken. Maar dat is op het moment dat dat zo is. Op een gegeven moment, dan zeg je van, hé, maar wacht even. Hoe gaan we er verder? Want dat is een gesprekstof die je gaat aanmaken. Gaan we taken samen doen? Ga jij ook werken of ga je alleen maar thuis zitten? Maar dat is een gesprek die in de loop der op tafel komt. Zij is ook gaan werken en op het moment dat zij gaat werken, jij gaat werken, dan krijg je een bepaalde takenverdeling. Want je werkt van 9 tot 5. Maar dat is toch niet raarder dan anders? Ik vind dat je te veel, ja, jij zit nog een beetje te veel vast in provider. Dat was vroeger. Nee, maar ook al zou ik het, dat past ook nu in. Nee, maar het is te veel, jij toch, provider. Ja, maar wat ben je dan? Je bent toch een provider? Wat, je bent een hunter en je bent een provider. Maar het gesprekstof is op welke basis gaan wij verder? Maar wat is dat is het gesprekstof. Wat is de benaming van partnerschap? Als jij een dame vandaag ontmoet en morgen hebben we partnerschap. Nee toch? Nee, je hebt een dame vandaag, dan moet je direct provider. Maar waarom niet? Als het naar mij zit, ik neem haar mee. Ja. Ik breng haar naar een hotel. Of we gaan op vakantie. Wat maakt dat uit? Nee, maar voel jij er lekker bij? Omdat jij je zak gaat. Is dat voor jou een must? Ja, het is iets dat ik doe. Als ik die dame wil overwinnen, zie ik dat niet als een must. Dat vind ik het als een moment. Dat is de fout die wij te veel maken. Wij willen te veel doen. Ja toch, want we moeten indruk maken. We moeten naar hotel brengen. We moeten op een reis brengen. Dat moet je voor jezelf praten. Dat moet je voor jezelf praten. Je wilt ervangen. Ja toch, ja, daarom dan, doe je dan mag ik me er toch een stukje meer geven. Om haar in die beperking. Dan kan ik mij toch uitzetten. Omdat ik mij vind als man. Kijk, je kan zeggen, ik wil haar overtuigen van mijn kwaliteiten. Precies. Dat is wat anders. Maar ik ja, maar dat kan toch met een hotelletje of ja, met een vakantie. Daar gaat het niet op bij mij. Het gaat erom het woord provider. Daar gaat het bij mij om. Nee, maar ik vind sowieso dat als je over provider praat, ja, dan zit je in een relatie. Oké, okay, dan zit ik provider in een relatie. Maar waarom moet ik de provider zijn? Je gaf net zelf aan, er is geen moed. Nee, omdat jij steeds zegt provider. Ik wil weten waarom jij dat steeds aangeeft. Omdat ik dat vind. Ik vind dat ik wel... waarom jij dat vindt. Ja, maar waarom zou ik dat niet? En op het moment, kijk, net als wat ik zei met mijn eerste relatie, was ik de provider. En op dat moment dat je denkt van, hé, Sisa, hoe gaan we verder? Gaan we op deze voet verder? Of dan ga je daar toch in gesprek daarvoor? Hey, ik zie dat niet zo als meer en minder. Ik zit is het net als hetzelfde? Je gaf het net zelf mooi aan. Ik kom iemand tegen, ze heeft de baan verloren, ze is alles kwijt. Ja. Maar we hebben die klik. Ja. Dan ben ik op dat moment toch de provider. Nee, ik ben ondersteunend naar. Niet de provider, ik ben ondersteunend naar. Maar wat versta jij onder provider?
provider is dat ik steeds alles moet doen eigenlijk omdat ik de man ben. Zo komt het bij mij over. Dat eigenlijk... Maar ben je niet de man dan? Ja, maar niet in die zin dat ik alleen maar moet... Maar zeggen. Ik vind het raar hoe je het zegt. Ja, weet je waarom? Vertel eens, waarom. Zij kan het op dat moment nee, niet. Begrijp, maar daarom nee, zeg nee, ik nee, toch, nee. Ik ben ondersteunend naar haar toe op dat moment. Nee, maar weet je wat ondersteunen is? Ondersteunen is dat ze het al heeft, maar ze komt tekort. Dat is ondersteunen. Nee, je ondersteunt haar, want ze is in een situatie terechtgekomen. Dus... Dan ben ik op dat moment de provider. Want dus ze ik kan ondersteun, niet. Nee. Nee, ik ondersteun er niks. Nee, een provider. Een ondersteuner is, ja, wat is stel, dat? Ik verdien, en dan ga ik het cru zeggen, ik verdien 3000. Ja. En zij verdient maar 7,50, om zeg maar 2 uurtjes. Ja. Meer kan ze niet krijgen, wat voor reden dan ook. Ja. 2 uur, ze verdient 7,50 per maand. Ik verdien 3000. Ja. We gaan toch samen en we gaan het verdelen. We gaan ze, ben ik dan een ondersteuner? Of ben ik een provider? Ik vind gewoon, je bent ondersteunend. Je helpt haar. Ja toch, ze kan op dat moment niet. Maar goed, misschien zie ik het anders. Oké, en als ze verdient helemaal niks. Hetzelfde. Kijk, dan ben ik nog steeds een ondersteuner. Nee, kijk, luister, je bent ondersteunend naar haar toe. Omdat zij, ze is op de gat terechtgekomen. Ja toch, dus je gaat haar helpen. Weer naar een level te komen, ja toch? Ja. Of zie ik het verkeerd? Want misschien, ik provide haar niet om hier te komen. Ik ondersteun haar om naar boven te komen. Ja toch? Als je met iemand die een gebroken been hebt, ondersteun je toch om naar boven te gaan. Of zie ik het verkeerd? Het kan. Het kan. Ja, maar ondersteunen. Als ik iemand ondersteun, dan is dat op dat moment. Op dat moment. Nee, het is geen moment alleen. Ik kan jou voor een... Ja, maar ga ik je been de hele dag blijven vasthouden? Hoezo je been? Ja, maar dat zeg jij. Je zegt van, als nee, ik iemand ondersteun... Ondersteunen, dus je ondersteunt haar totdat ze weer op de eigen beentjes... Dan ben ik in die tussentijd, ben ik provider. Jij geldt gewoon om het woord te maken. Nee! Maar even, hou je punt. We gaan even naar de reclame, man. We zijn zo terug. Ai, rustig. Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van €50. Aanmelden met je Gmail-account. Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. Suriname altijd dichtbij, je zat vatten in me ati, srana. Zoekt u als ondernemer naar mogelijkheden om uw klantenkring uit te breiden? Culturum Media staat klaar om uw bedrijf of product op professionele wijze onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Met bewezen succes hebben talloze bedrijven voor u de weg naar ons gevonden en hun tevredenheid uitgesproken. Neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
U kunt ons bereiken via telefoon op 064-8511407 of via e-mail op sales@apenstaartjeculturo.com. Succes gegarandeerd! Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van €50. Aanmelden met je Gmail-account. Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. Maar altijd dichtbij, je zat wat toch? In mijn ati, Srana. Zoekt u als ondernemer naar mogelijkheden om uw klantenkring uit te breiden? Culturo Media staat klaar om uw bedrijf of product op professionele wijze onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Met bewezen succes hebben talloze bedrijven voor u de weg naar ons gevonden en hun tevredenheid uitgesproken. Neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons bereiken via telefoon op 064-8511407 of via e-mail op sales@apenstaartjeculturo.com. Succes gegarandeerd! Want daar zijn we weer. Jawel, jawel. Ja, waar waren we gebleven? In de ondersteunende taken, ja, en de provider. Ja, you know, meneer, want, de provider. Mina, meneer provider. KB. En dat mag. Ja. Want als ik met een vrouw ga die niks heeft, dan ben ik op dat moment de provider. Op het moment dat ik zeg van, hé dame, maar hoe gaan we verder? Hoe is de relatie? En hoe gaat de relatie? Dan gaan we samen en dan kan ik zeggen van, we gaan elkaar ondersteunen. Weet zoals Winston dat zegt. Weet je wat ze tegen gaan zeggen? Hoe gaan we verder? Weet je wat ze gaan zeggen? We verlengen je contract met 2 jaar. Wat je nou? Dat kan ik misschien zeggen jullie dat. En dan ga ik in. Wat je nou provider. Dus maar ik ben provider voor een bepaalde periode. Kan je mijn contract nog met 2 jaar verlengen? Ja, en als dat niet kan, dan kan dat niet. Want je hebt in die tussentijd heb je misschien niet betaald.
Dus dan KPN is tegen je van, oké, we gaan het niet verlengen. Maar je hebt daar ondersteund. Want jij houdt die been bijna 24 uur vast. Mina ondersteunde de taken. Ik ondersteun. Ik ondersteun. Ja. Dat ben ik. Dat is, ik vind dat prima. Dat je dat ondersteunt. Want ik zie het verschil niet. Het feit van dat iemand niks heeft, dat je ondersteunt. Maar wat ondersteun je eigenlijk? Dat moet je me eens uitleggen. Je komt een vrouw tegen, ja. Die is in de put geraakt. Ja. Een scheiding, vervelende scheiding. Ze heeft niks tot aan de bot. Ze heeft alleen de 3 kinderen. Ja. En ze zegt, Winston, we gaan samen. Wat samen. Wat ondersteun je eigenlijk? Dat is een stukje al dat niet klopt. We gaan samen. Nou, maar wat ondersteun je dan? Ik ben een tropische vrucht. Ja. Dus ik doe wat. Ik lever mijn diensten, ondersteunende taken. Maar wat ondersteun je dan? Ze heeft niks. Ja, ze moet toch ook... Maar dat is denk ik waar jij dat laat glippen. Ze heeft niks. Dus wat ondersteun je eigenlijk? Ik ondersteun haar moreel. Tja, ik ga naar moreel. Maar afijn, we gaan hier zo niet uitkomen. Want er zit toch een bepaalde verschil tussen ondersteuning en provider van KPN. Ja, maar toch? Een ondersteunende factor, zie ik dat. Als jij samen dingen hebt waarvan de ene tekort inschiet, en dat kan zowel man als vrouw zijn, dan is de andere een ondersteunende factor. Want je wilt toch op een bepaalde level komen. Dus op dat moment help je die persoon om op te klimmen. Heeft de persoon niks, dan wil je die persoon nog steeds helpen, want je hebt die klik. Dus op dat moment ga je het toegeven. Totdat je op een bepaald punt komt van dat, hey, maar hoe gaan we verder? Laat maar zitten, man. We gaan van naar de volgende onderwerp. We gaan naar de volgende, man. Ik raak al overhit. Ja, ik weet niet waarom. Ja, toch? Maar blijkbaar is ondersteunen toch hittegolf? Ja, daarom. Dus op to the next topic, monsieur. What's popping, hè? Wat mij eigenlijk vandaag in deze week... Wat vandaag weer? De hele kwestie, een alibi. En dan wil ik het niet over alibi hebben, want dat is niet in mijn pakket. Maar ik wil het wel hebben over de beheersing. De beheersing van de man. Kan je als man beheersen om bepaalde zaken niet te doen? En een klein voorbeeldje. Stel dat een vrouw naast je zou liggen. Ja. En die vrouw heeft wel die gedachte om intiem te zijn. En jij niet. En tot hoeverre kan jij je beheersen als zij alles open en bloot legt? Is jouw beheersing daar? En zij gaat tot alles zo ver om jou zo ver te krijgen. Jij kan je daar wel in beheersen. Ik kan me zeker beheersen. Maar nogmaals, ik vind het ook eigenlijk... als een vrouw zich helemaal blootgeeft aan jou... Dan kan je niet later achteraf komen zeggen... Ik heb dat gedaan. Jij wilde het. Dus het is een keuze. Ja, het is altijd een keuze. Want als je het niet echt wilde... En je moet me niet komen uitleggen... Ja, maar hij ging mij chanteren dat ik... de grootste zanger is of weet ik veel wat zou worden. Even serieus. Maar oké, dan stel. Even serieus. Maar oké, stel. Jij en je bestie. Jij en Mattie. Jouw Mattie heeft een vriendin, relatie. Ging in den beginnen goed. Op een gegeven moment gaat het niet goed. Wallo, struggle. Je wordt er eigenlijk ook een beetje... bijgetrokken, want het is je bestie. Je probeert te lijmen hier en daar en overal. Ja. Het is een leuke dame die je bestie heeft. En nu kom je in een situatie waar je eigenlijk samen met haar... Je wil eigenlijk een beetje een troostende factor spelen. Want ja, je bestie werkt niet al te veel mee. Je bent een trooster, ze zoekt troost bij jou. Ja. En op een gegeven moment waar je die troost... In een intimiteit kan je je daarin beheersen. Als zij alles geven, denk van beter was ik met jou gegaan en niet met je bestie. Ja, kijk, deze dingen zijn moeilijk. Kijk, je kan hier van alles gaan schreeuwen, maar
dat is nogmaals het moment bepaald. En als dat toch zou gebeuren, en ik zou met jou een intieme relatie, maar dat is van beide kanten gekomen. Ik heb jou niet vastgebonden of gedwongen. Nee, maar nu gaat het niet vanuit haar, maar vanuit jou. Zou jij daar de beheersing? Zij doet er alles aan voor. Ze gaat er maar vanuit dat zij er alles aan doet. Het kan, maar misschien ben ik op dat moment, het ligt eraan op welk moment tref je me. Ja, als ik ook op dat moment zwak ben, ja, dan kan het misschien wel zo zijn. Dus het is een vorm van zwakte. Hoezo? Waarom is het een vorm van zwakte? Ja, jij zegt, je bent op dat moment... Ja toch, je kan toch gebeuren. Op dat moment ben je misschien ook even kwetsbaar. En je weet toch, en je valt elkaar in de armen. Dus dan kan de beheersing wegvallen? Dat kan. Dat is een mogelijkheid. Ja, ik vind dat een onderdachte regel. Nee, het is geen onderdachte regel. Ik vind het sowieso een ongeschreven regel, het feit van dat mijn bestie. Kijk, ik zou meedeels met je kunnen gaan als ik die persoon... half zou kennen of niet zou kennen. Of in de wandeling zou kennen. Maar als het mijn bestie zou zijn, zou ik het een ongeschreven regel van. Ongeacht wat die vrouw dat doet. Ook al zou ze daar in de nakies zijn, ook al zou ze de benen omhoog. Ik zou het mooi weer afsluiten en zeggen, dame... Nee, maar ik dus heb dat... ook vaker gehoord dat mensen begonnen met vriendschap. Opeens werden ze bestie. Uiteindelijk hebben ze nu al jarenlang een relatie. Dus ja... Het is wat het is. Nee, het gaat er niet om. Het is wat het is. Zou jij je daarvoor in kunnen stellen? Ik zou dat niet kunnen. Nee, ik ga niet met die gedachte. Maar als iets groeit. Je weet toch niet wanneer iets groeit. Nee, het gaat niet om groeien. Want dat kan ik meegaan. Het gaat op dat moment. Nee, het is gewoon zo. Dus er zou zo komen, zomaar in lezen. Nee, het is er. Ja, jullie zijn in gesprek. Je probeert te troosten. Je probeert uit te leggen. Je wil misschien je bestie ook een beetje daarvan. Probeer het maar. Ja, maar dat is wat. Maar als je continu elke dag in met elkaar bent, je weet toch. Nee, dat is weer een stuk verder. Nee, maar gewoon maar ik heb het over dat moment. Troosten. Nee, dat niet. Daar zou je niet voor in. Voor mij niet, in ieder geval. Ongeacht wat ze doen. Ja, en ze klimt gewoon bovenop je. Hoe gaat ze op me klimmen? Dan moet ik ergens liggen, toch? Ja, maar je zit, dus kan ze niet klimmend zitten. No. No Clementine. Laat me naar Spider-Man. Oké, maar net als wat je zegt, je hebt een vorm van zwakte. Jij zelf zit ook in een relatieprobleem. Nee, maar Kadir, als je het zou... Misschien had ik al ooit gevoelens voor haar, je weet toch? Hoezo dan nog? Ja, maar als ik van iemand hou, dan kan ik niks aan doen. Je weet toch, verliefdheid maar is een chemische reactie. Maar op het moment dat jouw bestie een vrouw heeft, dan kan jij verliefd worden op die vrouw. Kan jij verliefd worden op je vrouw van je bestie? Je bedoelt, ze is greedy. Nee, je bestie, je mattie, je kabel. Maar ik ga hem toch niet troosten? Hoezo ga ik hem troosten? Nee, je had het net over een verliefdheid. Kan jij verliefd worden? Nee, dat niet. Nee, maar ook niet op hem. Nee, gek. Nee, ik heb het niet over hem. Ja, maar je zegt vrouwen. De bestie, je vrouw, de vrouw van je nee, bestie. Oh nee, ik dacht al, jongen, broer, nog over bestie dingen. Je vrouw van, we hebben het toch over vrouw, over je, of kan je beheersen? Nee, maar je gaat in de vorm van zwakte, kan je wel toegeven. Nee, maar ik dacht, een bestie van mij, vriendin, je weet toch? Nee, jouw bestie, zijn vriend, zijn vriendin. Maar mijn bestie. Dus dat sowieso. Je twee maans. Oké, twee maans. Je kabel. Ja. Twee maans, je kabel. Zelfs maar. Een vriendin. Ook en niet ik, in de vorm van zwakte, want je had het net over het zwakte. Ik ga je moois vertellen. Ik had ooit in een situatie, en dit is precies waar je het over hebt. Mm-hmm. Ze kregen altijd ruzie. Altijd ruzie in twee. En ik moest altijd als scheidsrechter optreden. Precies. Op een gegeven moment, als je me ooit een keer gebeld. Naar die oorzaal gaan, want ik dacht, er is weer een troon. Ja. Je weet toch? Dan kom naar binnen. Eens, gewoon die takkie. Ze duwt me tegen de deur. En ze wil me eigenlijk... Bijvoorbeeld. Je weet toch? Ze wil me die blowjob geven. Ik heb het direct gezegd, nee man. Gaan we niet doen. Komt dat voort uit het feit, omdat je abrupt... Maar stel, je zit in een melange. Wie is dan melange, orange? Ik ga het niet doen. Ik heb genoeg mogelijkheden gehad om het te doen. Maar was je niet in de positie van zwakte? Drap ik me niet zwak. Ja, maar dat gaf je net wel aan. Nee, je kan zeggen dat je zwak bent. Ik praat over
een vriendin, een bestie. Ik dacht dat je dat bedoelde, een bestie van mij, een vriendin. Je weet toch? Nee. De vriendin van jouw twee man. Nee, maar gewoon een bestie, vriendin van mij. En ze ging met een keel en ze heeft het er moeilijk mee. Daarover heb ik het. Dat is een andere situatie, maar niet mijn twee man. Dat niet. Nee, dat is ook dat is een ongeschreven regel, vind ik. Maar het interesseert me niet. Het interesseert me niet of het nou of het nou een regel is of geen regel. Maar je vindt haar wel een leuke dame. Mm-hmm. En eigenlijk, leuk in de zin van... En je krijgt nu de mogelijkheid... Stel, oké, dan gaan we het anders geven. Jouw tweemans... Mm-hmm. Is stoppen de relatie tussen die twee. Nu kom je haar een week later tegen. Ja. Nou, zeg, kan je me naar huis brengen? Je brengt naar huis. Even wat drinken of je wil naar het toilet. Ja. En je komt in die situatie. Ze duwt je tegen de muur. En dan? En dan ga ik weg. Nadien of? Nee, voordien. Een soort nadien. Ik weet niet. Maar die is nog veel meer zijn. Nee, maar je zegt, en dan ga ik weg. En dan ga ik weg. Ze duwt me toch tegen de muur. En dan ga je weg. Ja, maar ze klemt je, hè? Zo'n klem. Eén keer. Dan moet ze zo. Ja, maar dan vooral is rood daardoor. Dan met jompo. Drie hoog. Dan blijf ik in het toilet of in badkamer. En je sluit je op. Ja, iets gaat, dat is morgen. Dat maar. Dus je zou niet in die verwikkeling gaan? Nee. En waarom niet? Maar waarom niet? Maar je bent een wasman. Ik ben een wasman, ja, het is een leuke sma, maar dan nog. Maar waar komt dat door? Dat je niet of... Nee, man is van mijn twee mans geweest. Nee, maar gaan we niet doen. Nog niet. Gaan we niet doen. En over 16 jaar, je bent 50, 60 geworden. Ja. En je komt je vroegere bestie vrouw tegen of je twee mans werd tegen. En ik denk van, maar ik ben een wasman toen dat tijd wel. Dan moet je dat moesje heffen. Drap in mijn kant, weer wel. Met je stap heffen. Maar dat dus dat. Maar oké, dan jullie komen together, jullie praten. Gaan af en toe misschien uit. En geloof ik, maar ineens voel je toch iets. Ja. Kan? Kan. Ja, dat kan toch. Kan. Nee, dat bedoel ik. Maar na een week zou niet kunnen. Een jaar ook niet. Nee. Dat zou je altijd in mind houden. Van dat het, ja, omdat dat ik, het, maar ik kijk ook niet eens door die bril. Je weet toch? Het is niet, ik zie het niet als zodanig van een lusobject. Mm. Of daar zou ik mijn leven mee willen delen. Mm. Snap je? En het is ook niet dat het een verboden vrucht is of zo. Het is gewoon... Oké, dan een andere. Jij komt de dame tegen. En je vindt haar leuk. Er is even een samenhang, maar die samenhang loopt uit niets uit. Ja. Nu komt je bestie, of je twee man met dat bestie. Je twee man komt haar tegen, ergens in het zuiden. Ja. En jullie komen eigenlijk pas later achter dat jij... Mijn spouw maar pistolen. Oké, maar dan nu, na een jaar, gaan ze toch uit elkaar. En jullie komen wel terug. Nee man, dat gaan we niet doen. Wat denk je? Ja, maar die maar jullie hebben eigenlijk niet in een relatieve... Een bril. Dat en dan TV moppen bakken, dan gaan ze... Nee man, nee. Nee, maar nu komen jullie elkaar in een andere... Nee, man. Een andere entourage tegen. Het is eigenlijk jouw schuld. Want door jou ben ik eigenlijk uit elkaar gegaan. Er is geen andere entourage. Maar wat mij eigenlijk dwars zit, mm-hmm. vind ik gewoon dat... kijk, het is niet altijd zo hoor. Laten we zeggen... Mm-hmm. Maar vaak genoeg, wanneer je bekendheid geniet, gooi je die vrouw zich aan je voeten. Je weet toch? Mm-hmm. En ja, je kan doen en laten wat je wilt met ze. Maar dan vind ik het altijd raar dat achteraf, na 20 jaar, kom je opeens uit de doeken doen. Weet je, dat snap ik niet. Ja, maar misschien in die 20 jaar is daar de mogelijkheid niet voor geweest. Hoezo niet? Alsjeblieft. Nee, maar kan iets niet groeien? Nee, zie je iets niet kunnen groeien? Hoezo? Dus wacht even. Jij bent mijn groepie. Ja toch, je komt naar mijn concerten.
Je volgt me overal. Ja, toch? En wanneer ik zeg, hey, kom met me mee naar mijn hotel. Je rent mee. Je begint je uit te kleden, alles aan je. Wat verwacht je dat ik ga doen? Ja, maar kan het misschien een vorm van beheersing zijn? Wat kan je doen? Je hoeft niks te doen. Nee, maar dat zeg ik. Je kan niks doen, maar je kan ook iets doen. Maar jij hebt jezelf gebracht. Ja, en zo. Oké dan. Dan kan je toch niet zeggen later, ja, maar ik heb jou gedaan. Maar het is toch jouw keuze of je daar op ingaat. Dat maakt niet uit. Jij hebt je aangeboden. Ja, maar dat is net hetzelfde als jouw kabel. Nee, maar vriendin biedt zich ook aan jou. Natuurlijk, maar we weten allemaal wat het leven is van een rockstar. We kennen het. Wat is daar verschil in? Omdat dat je rockstar bent. Dat is de levensstijl. Ja, daar kan het wel en daar ik niet. Heb niet gezegd dat daar gebeurt het. Ja toch, wanneer artiesten komen naar Nederland. Binnenboy toch, jij. Hotelkamer. Denk je dat ze gaan zeggen, nee hoor. Ik wil je niet burnen. Je bent gek. Voem. Maar stel dat ze in de kamer is. Dan komen ze. Dan zegt ze nee. Maar in de kamer zegt ze, oké, leuk burnen, maar nee. Nee, dan ga je eruit toch? Ja, zo simpel is het toch? You know what? Is het zo simpel? Gebeurt het zo simpel? Dat weet ik niet, maar voor mij is het simpel. You know what? Get out. Dan ga je er wel. Ja, toch? Dus als jij uitgekozen hebt. Ja. Kom naar mijn hotelkamer. Ja, toch? En bij de hotel. Oké, dan ben je. Je bent op de punt van de daad. Ja. En ze zegt nee. Dan trek je je broek weer aan. Maar wat moet ik doen dan? Vraag ik aan jou. Ja, tuurlijk. Ik ga toch niet voor de. Een domme chick ga ik de Jilla in. Maar dat is jouw gedachte al vooraf. Dat is al lang mijn gedachte. Ik ga niet voor chickies de Jilla in. Oké, maar nu ben je bezig met de daad. Ja. En ze zegt: nee, stop ermee. Ja, dan wat moet ik doen dan? Dan moet je stoppen toch? Oh, dan stop je. Ja, maar wat moet ik doen dan? Maar je bent al geweest. Maar daar kan ik toch niks aan doen. En zij gooit het op, you rape me. Hey, alsjeblieft hoor. Hoe ben je daar gekomen? Ja man. Het is jouw woord tegen de mijne, ga maar bewijzen. Het is jouw woord tegen de mijne. Op dat moment zijn we 1-op-1 in die kamer. Het is jouw woord tegen de mijne. En jij vindt dat je dat kan winnen? Niemand gaat winnen toch, want het is jouw woord tegen de mijne. Ik ga mijn verhaal vertellen, jij vertelt jouw verhaal. Feit is... Wij zijn de enigen die daar waren geweest. Ja toch? Daarom kan je niet oordelen. Tenzij je met feiten en bewijzen kan komen. Dat het wat zou een bewijs kunnen zijn? Misschien heb je opgenomen of noem maar op. Dat kan. Maar op dat moment zijn wij met z'n tweeën. En ook al komen voor de rechter en we gaan discussiëren. Is het jouw woord tegen de mijne. Dus ook al zou je, dus eigenlijk zou je bekrachtend zijn als ze zou zeggen van het feit van dat ik heb je geriept, ik heb je helemaal niet geriept. Ik heb je helemaal niet verkracht. Ja. Maar ook dat wij tweeën. Maar was er een andere persoon, omdat je misschien een trio of kwartet wilde doen. En die hebben het opgevangen. Of die hebben het gezien. Daar is het andere koek. Maar dus ik loop op straat, ik zie een meisje, ik duw je de bos in. Ik verkracht je, dan zijn wij tweeën daar op dat moment aanwezig en dan heb ik je niet verkracht. Nee, tweeën. Nee, kijk, luister. Dat is een hele andere zaak. Ik duw jouw bosjes in. Is iets anders. Dat betekent, ik ben... Ja, maar hoe ga jij me bewijzen dat ik jou in het bos heb geduwd? Hoe kom jij in mijn hotelkamer? Ik ben toch een artiest? Je komt niet zomaar in mijn hotelkamer. Jawel, ik kwam een handtekening halen. Je komt de handtekening aan. Ja. Serieus, mijn hotelkamer, terwijl je daarvoor... Had ik geen gelegenheid. Negro, please. Ik kom mijn handtekening halen. Maar is dat het handtekening halen, is dat dan een vrijbrief om te zeggen... Nee, hoezo is een vrijbrief? Als ik je handtekening wil, geef ik je handtekening. Klaar, wegwezen. Maar je hoeft niet in mijn hotelkamer te komen om een handtekening te halen. En dat zal ik ook niet eens toestaan. Dat is wat anders. Sowieso niet, want je bent gekomen om een handtekening te halen. Als jij komt in mijn kamer... Je weet toch, je gaat lingerie aantekenen, dat soort dingen. Daar ben je niet gekomen voor. Daar ben je voor een andere handtekening gekomen. Oké, dan zitten we in een sportzaal waar iedereen mag komen, iedereen kan komen. Ja. En jij bent die boy. Ja. En zij komt een gesprek halen, ze komt met jou in gesprek. Ja. En waarop is het dan geen verkrachting, geen reep? Zo kom je in gesprek. Ja, maar dan nog is het toch... heeft iedereen ons gesprek gehoord?
Weten ze wat we hebben afgesproken of zo? Nee toch? Jij en ik, wij zijn daar bij een toestel bezig aan het praten. Mm-hmm. En we maken een afspraak. Mm-hmm. Nogmaals, tenzij je het hebt opgenomen dat je kan aantonen dat ik iets anders heb. Dus elke verkrachting of rape die niet bewust op bewijs is geen... Nee toch? Je kan toch niet zomaar komen. Jij komt bij mij in mijn huis, in mijn kamer. Ja, nee, maar we hebben het nu over die sportzaal. Ja, we hebben het over alleen maar iedereen. Hoe ga ik met jou seks hebben in een sportzaal? Even serieus. Dan is smokkel toch? Je bent niet goed bij je hoofd, man. Genoeg toiletten, zelfs op feesten. Zelfs in de vliegtuig doen ze het. Dat is hun zaak, maar niet die van mij. Dus ik denk, de plaats heeft niet echt veel. Nee, maar dat gaan we niet doen. Maar dat is jouw vooruitzicht. Dat is mijn vooruitzicht. Ik weet niet wat jouw vooruitzicht is, maar dat is mijn vooruitzicht. Nee, maar mij gaat het erom van de bekrachtiging van het feit van... Is het rape of verkrachting? Als je zegt kan pas over. We zijn met z'n tweeën en ik zeg nee. Nee, natuurlijk. En het is niet opgenomen, dus dan... Nee, maar feit is, jij moet bewijzen. Ja toch, jij kan van alles zeggen. Dus wanneer ik nu gewoon naar de rechter zou toe... Wie moet bewijzen? Kijk, ik als man moet bewijzen. Nee. Hoezo? Ja, het heeft niks met jij als man. Volg, dus jij bent die artiest. Je komt, je hebt iemand hallo gezegd, handtekeningetje gegeven. Vervolgens gaat iets maar naar gaat je slepen voor de rechter, want ze vindt, je hebt de goal aangeraakt. Wat ga je zeggen? Hoe zou jij dat vinden? Nou, ik heb er aangeraakt, zo. Als je er niet hebt aangeraakt, je hebt alleen een handtekening gegeven. Mm-hmm. Ja toch? En je hebt gedag gezegd. Yeah. Je hebt het niet aangeraakt, je hebt handtekening gezegd. Yeah. Gegroet, want je hebt gezegd alsjeblieft. Ja, en ik wil voor de rest niks. Maar zij sleept me van ja, maar John heeft me wel aangeraakt. Ja, en ze zegt gewoon, hij heeft me gewoon aangetast. Omdat ze geld van je wil. Ja, dat kan. Ja, wat ga je zeggen? Ik heb haar aangeraakt. Als ik het niet heb aangeraakt, heb ik het niet aangeraakt. Maar dat zeg ik je toch? Maar dit is het toch jouw woord tegen die van haar? Dus eigenlijk wat er nu gebeurt, is het zijn met alles wat nu met Ali B en al die zijn er twee gelijk gestemd. Luister, wanneer een vrouw met jou naar bed wil, ja toch? Mm-hmm. En even cru gezegd, soms zijn die smas 16, 15 jaar. Maar soms weet je het niet, want je weet tegenwoordig, zien ze er gewoon echt als vrouw van 25 uit. Mm-hmm. En je hebt met die man geslapen. Niet weten, want je komt niet met... Wanneer je in een roes zit, ja toch, je bent moe, je hebt opgetreden, KDI3, je weet het niet. Ik zeg het even. Nu zeg je het zelf, hè? KDI3. In een roes zit. Ja, dat kan. Uh-huh. Ja, maar dat zijn die mannen die misschien drinken. Maar hoe ik niet drink en ik rook niet, mm-hmm. ben ik niet in een roes, dus ik ben helder. Mm-hmm. Bij geest. Mm-hmm. Maar ik heb met jou geslapen, maar jij bent met mij meegekomen. Nergens kan je camera zien dat ik je misschien in mijn auto heb getrokken. Nergens kan je zien, want je ziet geen sporen van. Maar staat dat de daad nog steeds toe? Hoezo omdat jij met mij bent meegekomen? Ja, maar luister. Waarvoor kom je met mij mee? Waarvoor kom jij als man met mij mee? Nou, hoeft niet specifiek om de seks te gaan. Nee, maar waarvoor moet je meekomen? Wat kom je doen de hele dag naar mijn gezicht kijken? Laten we even eerlijk zijn, hoor. Kom op nou, man. Hey, smas zitten bij shows, dan gooien ze een jockey op die artiesten. Wat wil je dan? Dus gewoon zomaar. Dus zomaar je ziekje op BH gooien allemaal. Dus wat is de bedoeling daarvan? Dat je die keel wil, toch? Je gaat toch niet zomaar je jockey uittrekken en gooien op een keel? Even serieus, man. Dan wil je het. Nee, je wilt het niet. Je gaat zomaar je slipje uittrekken en gooien op een keel. Zomaar. Voor de fun. Ja, ik heb het altijd zo bekeken. Ik heb me altijd afgevraagd, hè, in zulke situaties. Kijk, als jij een veelpleger bent, okay, dan zit het aan je naam geschreven. Maar stel dat ik met iemand een one night stand heb en je bent bezig met de daad en ze zegt op dat moment nee. Dat heeft me altijd afgevraagd van wat doe je of wat zou je kunnen doen. Gelukkig ben ik niet in die positie geweest, dus ik kan het eigenlijk niet benoemen. Nee, ik ook niet. Maar als een vrouw zou zeggen... Nee, dan stop je toch, want het heeft geen zin. Voor mij, in mijn perceptie, ik kan niet genieten van een vrouw die geen zin heeft of die het niet wil.
ik haal daar geen voldoening uit. Nee. Ik haal daar geen voldoening uit. Nee. En ik vind het ook niet spannend. Ik zou niet iets willen doen waarvan een vrouw zegt van nee, ik wil het niet. En ook al ben ik nog zo ver. En ze zegt nee, dan moet je stoppen. Dan moet je stoppen. Zo simpel is het. Het is niet moeilijk. Het is wel raar als je gaanderweg al bezig bent en tuurlijk, zou zeggen... Tuurlijk is het raar. Laten we even serieus. Tuurlijk is het toch raar. Maar feit is, hoe ben jij daar gekomen en wat ben jij daar komen doen? Ja, dat vind ik nog tussen aanhalingstekens. Nee, het is geen enkele aanhalingstekens. Dat benoemt nog niet het feit dat ik seks met je moet hebben. Dus, nee, maar bij mij gaat het erom van... gebeurt het en in welke hoedanigheid? Wordt daar daadwerkelijk aangegeven van ik wil het niet of ik wil het niet nu? Stel dat je in een situatie komt van oké, op dat moment zijn jullie zo ver, dat zie je ook in veel films, je bent zo ver en je wil het eigenlijk samen, maar totdat je daar bent en je denkt van nee, maar ik als man zijnde kan zo hoog zijn dat... En stel dat ik bijvoorbeeld 3 jaar niks heb gehad en ik heb die top bereik en die vrouw zegt van op dat laatste moment, nee. Ja, maar luister, je bent artiest, maar nu gaan we... We hebben het niet over artiest. Nee, maar nu gaan we even... Ik vind het gewoon wel belangrijk. Gewoon als man zijn. Nee, maar draai het om. Als een vrouwelijke artiestje naar de hotelkamer laat komen. Ja, toch? En je klaart het. En dan later ga je klagen bij Skoto en je zegt me aangeraad. Zalfzo. In punt 1. De mouw lafie ja, precies. De geloofwaardigheid is veel minder. De mouw lafie lik wat dagu. En dat is wat ik bedoel. Ja toch, de mouw tak. Snap je nu wat ik bedoel? Maar waarom als het omgekeerd is, dan opeens is die man wel de dader. Ja, maar je bent krachtig. Kijk, als je nu zie je ook de hele tijd op tv toch, of tenminste die kleine reclame met P. Diddy, take that, hey day. Je weet toch, let me give you some, I give you 1500, look at my, no, yeah. I give you a billion, look at my, where's the Vaseline? Wees je ziek in je hoofd, jongen, al geef je me 1 triljoen, soort Vaseline. Ja, dat is persoonsgebonden. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Nu gaat iedereen er een spot van maken. Weet je, je doet die dingen en dan ga je achteraf klagen. Ja, nee, dus dat verwondert mij ook. Als ik jou heb gepakt, gekidnapt, mee heb genomen en ik heb je aangerand. Dan kan je zeggen over aan. Niet wanneer je zelf komt, je eet die jockey in mijn visie. Je draait het voor me en dan... Maar daar zet ik ook aan. Want is dat dan nog steeds een vrije brief? Omdat jij dans is. Dat verhaal wat we net hadden. Maar wat kom jij in mijn kamer doen? Je jockey uittrekken en je komt paaldansen. Laat even serieus. Wat moet ik doen volgens jou? Daar komt dat woordje beheersing. Wat maakt jou dat het moet gebeuren? Hoezo moet gebeuren? Vraag niet. Maar zij doet het toch? Ik zit rustig. Ja, maar als zij aan het paaldansen is, betekent dat het feit dat zij dan seks wil? Oké, wat wil zij? Ze zit om een paal te dansen, wat wil zij? Zeg even serieus. Een paaldanser is een paaldanser. Jeetje toch, ja, even serieus. Elke paaldanser wil dan seks. Je weet toch, en ze is aan het kluiven, dus ook dan zo van... Ja, maar nu ga je verder. Nee, ze is aan het kluiven. Maar ze is aan het paaldansen, hetzelfde toch? Nee, kluiven en paaldansen vind ik niet hetzelfde. Ze dansen op je paal, dan is het is niet hetzelfde. Hey, even serieus, man. Dat kan je niet meer serieus nemen. Dus ik kan geen lapdance geven. Maar waarvoor moet je me lapdance geven? Waarvoor niet? En dan moet je je slipje uittrekken en je zak mijn broek en je gaat erop zitten. Ja, maar dan waarvoor je moet je... Die lapdance. Waarvoor moet je iemand troosten? Hoezo waarvoor? Ja. Als iemand getroost wil worden, mag je die persoon toch troosten? Ja, en dan komt de verwikkeling. Ja, maar dat kan je toch niet... Dat is toch op het moment... Ja, maar serieus. Jij komt bij mij huilen. Ja, toch? Je komt helemaal en je was dat tonga kid. Dan wat moet ik doen? Ja, dan toch? Dan moet je het klaren. Dat zeg ik niet. Jij weet niet hoe jouw staat op dat moment is. Je weet toch? Nogmaals. Misschien heb je een hele tijd niks gehad. En je weet toch, misschien ben je overdonderd. En je weet toch, misschien ga je erin mee. Je weet het niet. Maar ben ik dan fout? Nou,
Dus zij zet die liplock op mij en dan ben ik fout. Ja. Oké. Okay. Ja, zo kunnen we, dan kan je me nog meer vertellen, man. Niet dan. Ben je dan niet fout? Maar waarom ben ik fout? Waarom ben je niet fout? Jij... Nee, maar waarom ben ik... Jij gaat er toch mee in? Zij kan doen wat ze wil. Dat zeg ik. Al wil ze handstand doen. Nee. Dus het feit omdat ze handstand wil, geeft mij de vrijbrief om het te doen. Het is niet... Zij heeft jou de vrijbrief gegeven. Niet mezelf. Door die handstand heeft zij een vrijbrief. Hey, luister. Het moment dat zij de jockey uittrekt... Is het een vrijbrief? Heeft zij jou eigenlijk al groen licht gegeven. Tenzij ze zegt, wanneer je bezig bent... Of je wilt zelf die bewegingen maken... En ze zegt stop. En je gaat door. Dat is wat anders. Ja, maar daar wil ik naartoe. Nee, het is niet daar wil je naartoe. Maar jawel. Jij bent het komen zoeken. Ja, tot daaraan toe. Maar als zij zegt nee, ondanks het feit dat ze is komen zoeken. Stoppen. En als je doorgaat, nee, dan ben je fire. Dan ben je fire. Maar nee, als je stopt, dan ben je niet fire. Dat kan toch niet? Nee, bij mij gaat het erom, die beheersing, als zij zegt van nee. Luister, niet. Oké, okay, dan gaan we het anders vertellen. Jullie hebben het gedaan. Ze heeft die vrijbrief gegeven. Jullie hebben het gedaan. Maar achteraf. Want zij wil eigenlijk een relatie. Stel dat ze een relatie wil voortzetten. En jij zegt van nee schatje. Dat was een one night stand. En voor de rest wil ik niks weten. En zij komt in een wraakpositie. Ze denkt van hey, die W is toch echt wel een klootzak voor mij. Ja. We gaan het doorzetten. Ik vind dat hij me gereept heeft. Ja, dat kan. Maar ze woont er bij mij naast. Wat zei je? Ze woont bij jou? Nee, ze woont niet bij jou. Ze is bij jou gekomen. Ja, en dan vindt ze mijn klootzak en dan gaat ze... Ja, achteraf zegt ze van... Ja, maar dat zeg ik toch. En we zijn alleen, is het jouw woord tegen de mijne toch? Want ten eerste, je bent bij mij thuis gekomen. Wat ben je komen doen? Zomaar. In de middle of the nacht kom je bij mij. Nee, maar jij praat nu over middle of the night. Ja, man, ja, dan kom je dating, al was het in de vroege ochtend. Precies. Je bent bij mij thuis gekomen. Je bent bij mij binnengekomen. Mm-hmm. Ja, toch? Oké. Het zijn allemaal vrijwillige acties, want ik heb jou niet gebeld, je bent zelf gekomen. Ja, maar dan gaan we nog weer naar hetzelfde verhaal. Maar, dan komt het toch op hetzelfde neer, vriend. En dan achteraf ga je me zeggen, ik heb dat gedaan. Jouw woord tegen de mijne. Precies, dus, zij zegt van ja, ik ben wel daar gekomen, maar het was niet de intentie om seks te hebben. Dus volgens jou denk je dat... We hebben seks gehad. Ja. En ze zegt van ja, maar ja, hij heeft me toch geriept. Hij heeft me toch verkracht. Ik voel me toch verkracht. Want dat was niet, dat was niet de bedoeling. Maar wat verwacht je als je seks zou krijgen? Wat was dat dan? Nee, maar wie zegt dat zij verwacht dat? Dus zomaar ga ik haar kleren uittrekken. Maar dat zeg je toch, dan moet je toch sporen van geweld zien. Denk je nou echt dat wanneer ik die vrouw zeg... Hé, luister, ik wil jou klaren. Dat ze gewoon gaat staan hier nemen. Even serieus. Dus eigenlijk in de situatie... Dus ze gaat dus niet gillen, ze gaat niks doen. Ze gaat gewoon... Kom niet schreeuwen. Max, doe het snel dat ik weg kan gaan. Even serieus? Ja, nee, kijk. Ik vind, ik heb ook in de hele situatie wat gevolg heb... Vind ik het zo raar... dat jij als dame, wat dan ook... midden in de nacht, hols in de nacht... of iemand neemt je mee om naar huis te gaan... Ja, dan kan je naïef zijn of wel. Je kan misschien jong zijn en dusdanig naïef zijn. Laten we dat even in het midden. Maar het moment dat jij daar zo bent en je geeft aan, ik wil het niet. Ja, dan het is, ik vind dat best wel een moeilijke situatie. En vooral als je dat achteraf hoort of na jaren zegt van ja, maar hij had me gereed, want ik was wel daar geweest, maar ik wilde het eigenlijk niet. Of ik kwam op dat moment toch achter dat ik het niet wilde. En hij is toch doorgegaan. Nee. Ja, ik vind dat best wel moeilijk. En aan de andere kant, als het gebeurd is tegen je wil, als je dan die gesprekken hoort van ja, angstig, onzeker, bang... Dat je pas na 15 jaar of na 10 jaar op de proppen komt. Bang voor wat? Waar is iemand jou komen bedreigen? Waar kan je dat onderstrepen dat je jarenlang bedreigd bent geworden? Voor wat ben je bang? Voor wat? Ja, die kerel heeft je niet eens zien staan. Die kerel heeft zijn leven. En dan plotseling was je al die tijd bang. Voor wat?
Ja, die vraag kan ik ook niet. Ja, toch? Ik vind het een maar beetje. Zo wordt het wel weer kijk, het zal wat anders zijn als je. Hey, luister. Ja, als maar je okay. zegt, dan ga je zien. Maar wat stel. Oké, okay, één kan ik me voor. Maar stel dat het dat met meerdere vrouwen op dezelfde wijze wordt. Is het dan geen manier van handeling? Of is het dan nog steeds. Als ik ervan hou om seks met een vrouw te hebben en ik trek de hele tijd aan jou. En ik doe het bij 7 anderen. Nee, maar ik heb het meer over die situatie van thuiskomen. Ja, maar wat en achteraf. Dat zeg ik toch, maar wat ben je daar gaan doen? Dus dat bleef. Dat is, maar zou je dat niet vragen? Wat ben je daar gaan doen? Ja, nee. Dat vroeg ik me zo af van wat ben je daar gaan doen? Oké, je werd aangerand. Wat heb je gedaan? Heb je geschreeuwd? Heeft hij jou bedreigd met een wapen? Ja, maar je zei net zelf, je zei met z'n tweeën. Dus wat daar gebeurt, nee, maar kan luister, van alles zijn. Nee, maar luister. Luister, als een vrouw aangerand wordt, en dit gaat gewoon gillen. En als je in een osso bent, zullen de buren dus wel horen. Of je moet een landhuis hebben waar niemand komt. Ja? Nee, volgens mij. Je kan toch in een shock raken. Je hoeft niet speciaal te gillen. Hé, hey, come on, man. Hé, hey, luister. Mensen die in een shock raken, gaan dingen doen. Ze gaan toch van zich afbijten. Kadido, Krabi, Bitty, noem maar op. Nou, ik ken seksuele. Dus gewoon. Ik ken verkrachtingen. Dus gewoon met Loekie. Hé, hey, ik ga je klaren. Oh, serieus? Nee, ik denk dat jij dat nu. Oké, okay, maar dan manipulatie. Als je gemanipuleerd wordt en uiteindelijk ben je daar. Ja. Daar is dat ook geen shock aan gegeven. Zo, omdat iemand je het bed in heeft gepraat. Ja, precies. Ja, maar oké, dat is gebeurd. Maar ondertussen, wanneer iemand bezig is, toch? Heb je nog steeds, wanneer ik jou misschien de hele tijd aan het app of bel, hey, kom dan, nee, doe dan, nee, je weet toch, je bent echt zo lekker. En dat soort dingen. Ik ben niet bij jou. Ik bel jou. Of ik app jou. En dan is het nog steeds aan jou, of je komt of niet, toch? En als ik jou, zeg maar, een soortige bedreiging heb gedaan, of op een speciale manier heb gelokt, dan moet je toch die berichten ervan hebben. Oké. Okay, of ga je het nu zogenaamd aan alle berichten? Oké, dan gaan we het cruwer afvangen. Huiselijke sfeer. De vader en dochter, en dochter wordt gemanipuleerd en wordt jarenlang een verkracht, bij wijze van spreken. En dat komt na zoveel tijden uit. Wat is de situatie dan? Maar dan kan je wel in een shock raken. Ja, maar dat omdat is je op dat een gemanipuleerde is manier. Ja, maar dat is vader en dochter. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, toch? Dochter woont daar in huis. Ja, toch? En die man is misschien een predator. Niet misschien is een predator. Mm-hmm. Maar het is iets anders als jij in Groningen of Alkmaar woont. Ik zit in Den Haag en ik bel jou of ik heb je een schatje op, kom even, man, want ik heb zo'n zin. Dus is wat anders, toch? Ja, en maar ook als laat die zin dan eruit, maar je zegt van, schatje, kan je even komen? Ja, dan kan je, schatje, kan je even komen. En je komt, maar zij denkt niet aan seks. Nee, hoezo denk je? We mogen wel praten over, we zijn volwassenen, toch? Je bent geen kinderlokker dat het een 13-jarige is dat je niet over seks gaat praten. Oké, maar ik loop op straat, ik ben vlak bij mijn huis, de dame komen, we raken in een gesprek. Ja. En ik zeg van, ja, kom even wat drinken. Ja. Is dat dan een uitnodiging tot? Nee, maar kom even wat drinken. En als je komt en we drinken wat. Dan heb je eigenlijk een vrijbrief gegeven. Nee, is geen vrijbrief. Want hoezo? Dat betekent toch niet dat ik zomaar je kleren van je lijf. Het gebeurt toch, je gaat vragen, hey, kan ik met jou, je weet toch, de liefde bedrijven of weet ik veel hoe je dat wil zeggen. Ja, maar het gaat om de beheersing. Stop jij op het moment dat zij zegt nee. Ook al heeft ze de kleren uitgetrokken, ze staat op het punt en ze denkt van, ik kan nee, niet voor anderen praten, ik praat voor mezelf. Ja. Ik stop. Jij stopt. Nee, daar gaat het eigenlijk om. Maar dat is mijn beheersing. Ik kan niet voor anderen praten. Van, wat is je beheersing? Je stopt. Ik haal geen voldoening eruit. Nee. Kan jij genieten wanneer iemand niet wil? Ik niet. Oké, ik ook niet. Ik kan jij genieten wanneer iemand jou weigert om
geen seks hebben, wat ga je toch dwingen om het erin te doen? Ik niet, ik nee, kan ik, van genieten. Nee, ik ook niet. Dan houdt het bij mij de kou zelf af. Ja, het is, het, ik wil dat niet eens meer. Ik kan misschien drie keer vragen van, ja, weet je het zeker dat je dat... Maar als jij duidelijk maakt van, ik wil het niet... Als jij niet wilt, ik reageer niet meer. Ik ben al klaar, man. Dan ben ik al klaar. Niet meer. Doei. Ja. Ik vind wel iemand anders, hè. Nou, dat gezegd te hebben, heb jij nog wat aan toe te voegen? Nee, helaas niet meer, man. Ik ben nog steeds gechoqueerd met je provider, man. Ik denk dat je moet overstappen, man. Nee, ik denk dat die ondersteunende taken, die 24 uur lange been, iemand zijn been vasthouden, gaat ook niet werken. Dit is waar ik les in mijn bus naar mijn trim. Zo maar dit wel. Ondersteunende taak. Ja, maar wat doen die ondersteunen? Gaan ze mee naar huis? Ze ondersteunen op dat moment. Ja, toch. Dat is... Maar wanneer ik een provider ben, dan pak ik het geheel. Maar misschien moet ik jou een jaar lang providen voordat jij je eigen weg kan bewandelen. Wat kan je... Maar ja, ik vraag bij jou maar af voor jij ondersteunt. Voor zijn jaar, Lucas, maar hey, luister. Ja, dat is in jouw perspectie. Luister, grap. Ik heb Jimmy gevonden. Want ik kan iemand ondersteunen, maar totaal niks met die persoon willen. Dat kan. Dus dan, ik zie die ondersteunende taak. Je kan ook iemand ondersteunen wanneer je in een relatie zit. Ja, maar dat zeg ik. Als je ondersteunt, dat betekent dat die persoon al iets heeft, maar tekort komt, waardoor je ondersteunt. Nee, hoeft niet. Een persoon hoeft niet iets tekort te komen. Om iemand. Maar dan wat ondersteun je dan? Dat is mijn vraag. Wat ondersteun je? Kijk dat die persoon wat heeft en je zegt van oké, ik schiet daarin binnen, want ik verdien meer. Ik kan ondersteunen in de huishouding. Ik kan ondersteunen met het koken. Ja, maar dat is wat ik aan het begin al heb gezegd. Maar ik provide dat niet. Dat is niet providen, dat is ondersteunen. Nee, maar zij werkt niet. Dat maakt niet uit. Nee. Ze krijgt uitkering. Nee, maar daar hadden we het niet over. Want nu haal je dingen erbij. Nee. Ze heeft niks, kan niks hebben. Ze heeft niks. Dan zorg ik dat ze elke week een zak weer boos wordt. Wow. Wat is het woord? Wat betekent mensen provider? Ondersteunen. Provider is ondersteunen. Nee. Provider, je weet toch, je voelt je de man. Je zegt het zelf, jij zorgt. Wat is zorgen? Provider. Nee, ik heb gezegd, ik zorg ervoor dat ze elke week... Ik heb niet gezegd, ik zorg ervoor. Dus je zorgt. Nee. Je zorgt. Niet rare dingen. Je ondersteunt niet. Waarom ondersteun je niet? Gaan mijn woorden niet verdraaien. Nee, gaan mijn woorden niet verdraaien. Ik zeg alleen... Je zorgt dat ze alles heeft. Nee, ik heb niet gezegd alles heeft. Ik zorg ervoor dat ze elke week boodschappen heeft. Niet alles. Boodschappen. Dus dat provide je de boodschappen. Nee, ik provide niet. Ik ondersteun. Maar wat ondersteun je dan? Want ze heeft niks. Ze heeft geen boodschappen. Ik geef het toch dus boodschappen. Wat ja, maar daar dus ondersteun, dat ondersteun je dan. Ja, toch? Ik ondersteun het dat ze kan eten. Mensen? Ja? Oké. Ik ben geen provider. Ik werk niet bij KPN of Vodafone of noem maar op. Nee. En ik werk ook niet bij de handhaving, dus ik ondersteun het. Net zo makkelijk. Helaas, is de directie tevoorschijn gekomen, waardoor er geen gewelddadige woorden kunnen vallen. Ik ben niet de man van de gewelddadige woorden. Die ontslagbrieven die lagen al klaar. Want, directie, kan er geen ongelijk. Die directie is direct komen aanrennen. ze hadden al het gevoel dat we een beetje uit de bocht zouden gaan. Wat? Ja, jij ook. Dus, Nou, draai het door. Maar dat ja, nu ken je het niet, hoor. Nee. Mr. Provider. Zo, mensen. De tijd zit er weer op, weet je. Precies. En Mr. Internationaal. Beter bekend als meer smaken zijn er niet. Geef het woord aan... Wij gaan u groeten. Het is alweer om. De avond gaat alweer eindigen over een paar minuutjes. Wij groeten Gaby. Wij groeten de kinderen. Shaquille, Precious, Radisha, Rochelle, Jael. En we groeten natuurlijk ook Levi. De vaderdag komt in zicht. Ja. En ik heb begrepen dat ik me wel kan heugen op een vaderdag. Ja. Waarvan jij zei dat het weinig merkbaar is. Ik ben benieuwd.
Ik hoop dat je ook volgende week aantoonbaar kan laten zien wat je hebt gekregen. En dames, wees niet gierig. Vaderdag zondag. Niet komen met smoesjes, dat doen we op money. Want je had al lang kunnen sparen ernaartoe. Ja? Ik heb het goed. We hadden bij de moederdag al aangegeven. Dus er is geen smoes. Ja, is het duidelijk? De mannen verdienen het ook om in het zonnetje gezet te worden. En met jullie geld, niet met hun geld. Met jullie geld. Want zo lucky zijn jullie ook dat jullie toch die creditcard pakken van die man om dingen te gaan doen. Zo werkt het niet. Het is wel ondersteunend, maar zo werkt het. Ja, waardeer je man en zorg dat hij er ook prettig bij loopt. En zich ook prettig voelt en gewaardeerd voelt. Want, dat is een mooie gezegd. Waardering. Want die man heeft ook gevoelens. Nou, dan gaan we u groeten bij deze. Ai, rustig. De ciao, groeten. Ciao. En tot volgende week. Internationaal. Hey, maar ik moet... Heb jij een bedrijf of product? Laat ons jouw product of dienst promoten. Voor meer info ga naar kulturu.com. Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van €50. Aanmelden met je Gmail-account. Altijd dichtbij, je zat vat toch? In me ati, srana. Vaderland, Suriname is je vaderland. Me begint
tegu te mi de de mi wan pranita nang kanda no mi eli bilanga mi tangi trananda te me biges par no komita dit mi grip. Who want chinsa food the chief mi kanyang and they want sala Europa o me yari etang. Ma fils de sre file kwan jaja trana man no hor no tlo tambri binu sre fi una de vestra na man. Fatherland. Suriname is je vaderland, vaderland. Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapfata. In mi ati, srana.